Good evening, everybody. Goedenavond allemaal. I am so thankful to be with you here this evening. Ik ben zo dankbaar dat ik hier vanavond bij jullie mag zijn. And I want to share with you one of the greatest day that have taken place in my life this morning in your country. En ik wil graag met jullie delen dat ik de meest geweldige dag vandaag gehad heb in mijn leven in jullie land vanmorgen. Now this boy have gone through a lot of things in life. En deze jongen heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. I'm talking about a lot of things. Ik bedoel dan ook echt heel veel dingen. Great things. Grote dingen. Mighty things. Machtige dingen. Victorious things. Overwinnende dingen. Also not so victorious. Ook wel iets minder overwinnende dingen. Of all kind of all sources. Vanuit allerlei bronnen. But today. Maar vandaag. In your country. In uw land. I think it's one of the most powerful, amazing things that happened to me. Was de meest krachtige dingen die ooit in mijn leven gebeurd zijn. What do you think happened? Wat denk je dat er gebeurd is? What? The king. Op bezoek bij de koning. I was invited to speak to a group of refugees, about 800 Iranian. Ik heb vanmorgen gesproken met een groep Iraniërs. Zo 800 man. And those of you who know me, you know that my parents have come to Israel from Iran and I speak Iranian. En zoals je misschien wel weten, zijn mijn ouders uit Iran gekomen, spreek ik ook een beetje Iran. This is really Hebrew is my mother tongue and Hebrew I'm the best, but I can speak Iranian. En Hebreeuws is mijn moedertaal, die spreek ik ook het beste, maar ik spreek wat Iraans. And I spend the most beautiful 4 hours with these people. En ik heb de meest mooie uren, 4 uur lang met deze mensen doorgebracht. About 15 of them have come to really receive the Lord. En er zijn 15 mensen naar voren gekomen om Jezus te ontvangen. God really touched their heart with some very deep understanding. En God heeft hun hart aangeraakt met echt een hele krachtige wetenschap. As for this glorious truth of God that is one and the same for all mankind. Dat ze de glorieuze waarheid hebben ontdekt die hetzelfde voor de hele mensheid. And so I felt so much at home. Dus ik voelde me zo ontzettend thuis. And I said to my heart today. En ik zei het in mijn hart tegen mezelf. And you know, when I'm talking to you, I said to my heart, that means I said to my Lord. En als ik dus tegen jullie zeg, als ik tegen mijn hart sprak, bedoel ik eigenlijk dat ik tegen mijn Heer zei. Because this heart doesn't belong to me anymore. Want dit hart hoort eigenlijk niet meer bij mij. Have you come to that point in your life? Ben je ook al op dat punt gekomen in je leven? That you realize that your heart does not belong to you anymore. Your life has been purchased. Dat je beseft dat je hart niet meer jou toe behoort, maar dat je leven gekocht is. And a great price was paid to purchase you to belong to God. En dat een enorme prijs voor je betaald is om gekocht te worden, om bij God te horen. And so I said to my heart today, to my Lord who lives within my heart. Dus ik zei tot mijn hart, dus tot mijn Heer die in mijn hart woont. I'm willing to leave Israel. Ik ben bereid om Israël te verlaten. I'm willing to just give up on anything and everything in my life. Ik ben bereid om alles en alles op te geven in mijn leven. Just take me every day to a refugee camps of the Iranian. Neem me gewoon elke dag mee naar een vluchtelingenkamp van Iraniërs. All throughout Europe. Gewoon door heel Europa. To the refugees camps of Germany and Holland and Sweden and Norway and Denmark, wherever they are, I'm going. Naar al die vluchtelingenkampen in Europa, in Duitsland, in Denemarken, in Nederland. Maakt niet uit waar, ik ga erheen. This will be the greatest army of the Lord in calling the Muslims to peace. Het zal het grootste leger van God zijn als deze moslims tot geloof komen, tot vrede komen. No tanks, no jets, not machine guns. Just bring them to the gospel of peace. Dus kom niet met tanks en geweren of andere wapens, maar breng gewoon het evangelie van het vrede. And I really believe that you have a great opportunity to reach out to these people in your country. En ik denk jullie echt een geweldige kans hebben om uit te reiken naar deze mensen in jullie land. And so I take it that you are people who are not ashamed of the gospel. En ik ga ervan uit jullie mensen zijn die niet schamen voor het evangelie. And don't look at them as strange chickens in your land. En kijk ook niet naar ze alsof ze een beetje vreemde kippen zijn in je land. This is God bring them to you so you really share the gospel with them. Want God heeft ze naar jullie gebracht zodat jullie het evangelie met ze kunnen delen. And I know that you people are really men and women of faith and you can do all things. En ik weet dat jullie mannen en vrouwen van geloof zijn en dat alles bij jullie mogelijk is. I've been traveling for hours now in these last 5 days in your country. Ik ben namelijk al uren in jullie land aan het reizen geweest. And I see no mountains. En ik heb geen bergen gezien.
And I realized that you're surrounded with mountains. En ik besef dat jullie zijn omgeven door bergen. Germany have great mountains. Duitsland heeft bergen. And you're surrounded with great mountains. Switzerland and all this country around you have mountains. En al die landen zoals Zwitserland hebben allemaal bergen om jullie heen. And then I thought to myself. En toen bedacht ik me. Look at these people. Kijk nou dat naar deze mensen. I mean, they have really decided that they want to ride bicycles. Dan hebben we echt besloten om te willen fietsen. And the mountain stands in their way. En die bergen stonden hun in de weg. What man and woman of prayer? Wat een mannen en vrouwen van gebed zijn dit. They move all the mountains to the sea. Ze hebben alle bergen de zee in verwijderd. So can they drive? So they can drive the bicycles. Zodat ze kunnen fietsen. Powerful. Krachtig. Krachtig. Ganz krachtig. Erg krachtig. Echt krachtig. That's you. Dat zijn jullie. And tonight we're going to see you more krachtig for Israel. En ik wil vanavond dat jullie nog krachtiger worden voor Israël. Dat stimmt. Dat klopt. Dat stimmt. Met viele genade und glaube und kraft und stark mit der Heilige Geist. Met veel genade en kracht en geloof en sterkte in de Heilige Geest. This is Dutch. Ja. It's almost Dutch. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Now, what shall I speak to you tonight? I mean, you're really melting my heart. Waar zal ik het vanavond met jullie over hebben? Want jullie doen mijn hart smelten. And this heart is so full. En dit hart is zo vol. What would you like me to address? What topic? What message would you like me to address you with? Welk verhaal zou ik vertellen? Welk onderwerp vinden jullie belangrijk om te horen? Just share. Share my heart. Gewoon maar delen. Gewoon maar uit mijn hart delen. I like to share with you, really. I want to bring to your mind the counsel of God. Ik wil bij jullie in jullie gedachten brengen de raad van God. The mind of God. De gedachten van God. It's one thing to really draw out of a paragraph truth and let your soul rest in it. Het is één ding om een paragraaf of een stukje te lezen uit het woord en daarover na te denken en stil bij te worden. It's another thing when you really understand the entire counsel of God, the entire mind of God, the plan of God. Maar het is heel ander, iets heel anders als je de raad van God, de gedachten van God en het plan van God begrijpt. And so this evening I really want to convey to you. Dus deze avond wil ik jullie eigenlijk iets overbrengen. The complete plan of God. Het volledige plan van God. In the time in which we'll have together. In de tijd die we vanavond hebben. In regard to Israel, the nation. Ten aanzien van Israël, het land Israël. In regard to the church. Ten aanzien van de kerk. And the world. En de wereld. That's a big thing to tickle this morning. Dat is nog heel wat we vanavond willen gaan aanraken. Ja. Yeah. So let's start with the with these words of Rabban Gamliel. Laten we beginnen met de woorden van een rabbijn, Rabbi Gamaliel. Which will give us the real foundation of the mind of God. Dat geeft ons een fundament over de gedachten van God. In Acts chapter 5, verses 38 and 39. In Handelingen 5, vers 38 en 39. We really read something of great importance as for the plan of God in regards to Israel and the church. Dan lezen we iets ontzettend belangrijks wat te maken heeft met het plan van God ten aanzien van Israël en de wereld. And it's so crucial to understand that. En het is enorm belangrijk om dat te begrijpen. So here now the Lord has been crucified. Dus Heer Jezus is hier gekruisigd. He rose from the dead. Hij is ook al opgestaan uit de dood. He poured the Spirit. Hij heeft de Heilige Geest uitgestort. And now the apostles are empowered with the Holy Spirit. En de apostelen zijn ook bekrachtigd met de kracht van de Heilige Geest. That is the very Spirit that you empowered with. En dat is dezelfde Heilige Geest die jullie ook ontvangen hebben. Hallo. Hallo. Good evening. Goedenavond. Do you realize that? Beseffen jullie dat? Do you walk in that power? En wandel je ook in die kracht? Do you believe that God have really placed His whole head, I mean the Godhead, within you? Geloof je werkelijk dat de Godheid, de volledigheid van God, drie-eenigheid in jou woont? So now these apostles, these 120 Jews, turning the city of Jerusalem upside down. Dus de apostelen zijn eigenlijk de hele stad aan het omkeren, deze 120 gelovigen. And the gospel is beginning to take root in the heart of the nation. En het evangelie begint ook wortel te schieten in het land. And the establishment, the religious Jewish establishment, they get the shock of their life.
En de gevestigde orde krijgt de schok van hun leven. And they're doing everything possible to stop that. En ze doen alles wat in hun mogelijkheden is om het te stoppen. And they realize that they cannot stop it. En dan beseffen ze, ze kunnen het niet stoppen. You know why? Waarom? Because they really have come to realize that these men, they're not playing religion. En want ze komen er eigenlijk achter dat deze mensen niet religie spelen. This man, a man of faith, who willing to die for their faith. Want het zijn mannen van geloof die bereid zijn zelfs te sterven voor hun geloof. For this man, this was not just doctrine, theology. This revolutionized their life. Want voor deze mensen was het niet zomaar een doctrine of een theologie, maar het heeft hun hele leven op zijn kop gezet. And they were more than willing to die for that which they believe. En ze waren bereid om te sterven voor wat zij geloofden. And the religious establishment realized that. En de gevestigde orde die besefte dat. The one who realized that more than all of them is Rabban Gamliel. En een van hen die dat meer van alle besefte was Rabbijn Gamaliel. So he gives now the Sanhedrin this powerful, most wise advice. En dan geeft hij het Sanhedrin nu een advies, een heel erg krachtig advies. I said to you, stay away from this man and let them alone. For if this plan or action is of man, it will be overthrown. But if it is of God, you will not be able to overthrow them, or else you may even be found fighting against God. Zijn handelingen 5 vers 38 en 39. En nu zeg ik u, laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden. Want indien dit streven of dit werk uit mens is, zal het vernietigd worden. Maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen. Het mocht eens blijken dat gij tegen God strijdt. Very wise. Erg wijs. You can't change their mind, these people willing to die for their faith. Je kunt de gedachten van deze mensen niet veranderen, ze zijn bereid ervoor te sterven. Now if this is not from God, it will vibrate, it will come to nothing. Dus als het niet van God is, nou, dan zal het vanzelf wel oplossen, dan wordt het uiteindelijk toch niks. And if it is of God, you will fight against God. Who wants to fight against God? En als het wel van God is, dan zal je vechten tegen God. En wie wil er tegen God vechten? Leave them alone. Laat ze met rust. And so it was. En dat gebeurde. Now do you realize that for 2000 years Israel have come to believe strongly that this was not from God? En weet je dat het wel 2000 jaar lang zo is dat Israël heeft geloofd dat het niet van God is? Let the Gentiles take this man from Galilee and make a god out of him. Laat die heidenen maar deze man uit Galilea gebruiken en laten ze daar maar een god van maken. Let them make crosses made out of statues of bronze and copper and crosses of wood and bow down before such idols which they make with their own hands. Laten deze mensen maar gewoon zelf beelden of kruizen maken van hout en bronzen koper en laten ze er maar voor buigen. We Israel, we the Jews have nothing to do with that. Want wij Israël, wij Joden hebben daar niks mee te maken. This is really was not from God. Dit is echt niet van God geweest. Let the Gentile believe in this idol worship, this man from Galilee. Laat de heidenen maar geloven in hun afgoden, in die man uit Galilea. Let them make the crosses and the statues. Laten zij maar hun kruis en beelden maken. We don't believe. Wij geloven het niet. 2000 years. Voor 2000 jaar lang. Do you realize that? Besef je dat? Do you understand that that's what the Jews really think about you people? Besef je dat het Joodse volk over jullie als mensen denken? About the church? Over die kerk? About Christianity, over het christelijk geloof, about Jesus who came to betray God, Jesus who came to betray his own people. Om Jezus die zijn eigen volk bedroog, God bedroog. That's exactly how Israel see this whole issue. En dat is hoe Israël naar deze hele situatie kijkt. Now the good news. Nou het goede nieuws. Do you know God who really knows how to surprise? Kennen jullie ook God dat hij ons zo kan laten verrassen? Are you the kind of a person who let God surprise you on your private walk with him? En ben je ook een persoon die je toelaat dat God je laat verrassen als je gewoon met je eigen persoonlijke wandel met hem? Or do you know exactly where you want to go with your life?
Of heb je al helemaal uitgestippeld waar je naartoe wil met je leven? You want your, you have your ambitions. Je hebt je eigen ambities. You have your dreams. Je dromen. You know exactly what you want. Je weet precies wat je wilt. You want better job. Je wil een betere baan. You want bigger house. Een groter huis. You want a bigger car. Een grotere auto. You want some more children. Nog wat meer kinderen. You want some more grandchildren. Nog wat kleinkinderen. You know exactly what you want. Je weet precies al wat je And wilt. And you going. En je gaat ervoor. With the dreams that you have developed for your own life and God have not a word to say into your private life. Voor de dromen die je zelf bedacht hebt voor je leven en God heeft helemaal niks in te brengen in jouw persoonlijke leven. You don't allow him to surprise you. Je laat hem niet toe om je te You don't even verrassen. Allow him to talk to you. Of tegen je te spreken. You just know where you want to go. Want je weet al precies waar je naartoe wil. And who is he to disturb you? En wie is hij eigenlijk om jou te verstoren? And who is he to interfere with your plan? En wie is hij om zo jouw plannen te doorbreken? But I know a God. Ik ken een God. That established a covenant with the people of Israel. Die een verbond heeft gesloten met het volk van Israël. I know a God that have his mind set concerning Israel, the nation. En ik ken een God die zijn gedachten vastgesteld heeft over het land en het volk God, of Israël. And I know a God who really set his compassion and his love on people in the church that are about his business. En dat hij zijn liefde en compassie richt op mensen in de kerk die zich bezig willen houden met Gods zaak. This is the remnant of people within the church. Dat is een overblijfsel wat zich bevindt in de kerk. That give God room to be God in their life. En die God de ruimte wil geven dat God ook echt God kan zijn in je leven. And it is that remnant within the church. En is dat overblijfsel in de kerk. That God is really, this is the people. I'm dealing with, this is the people I'm going to use to bring my purpose on earth. Dat God naar deze mensen kijkt, zegt dat zijn de mensen waar ik mee aan de slag ga, die mijn plan kunnen uitvoeren. So let's talk about Israel now. Laten we nog even over Israël hebben. Now for 2000 years Israel really came to believe that Jesus was not from God. Dus voor 2000 jaar lang hebben het Israëlische volk geloofd dat Jezus niet voor de beloofde Messias was. All of a sudden. En plotseling. Plotseling, yeah. God brings us back home. Brengt God ons weer terug. And he brings us back home as dry bones. En hij brengt ons terug als dorre doodsbeenderen. And all of a sudden, en plotseling, he puts love and compassion in the hearts of elected Christian within the church for Israel. En brengt hij die liefde en compassie in de gedeelte in de kerk voor het volk Israël. That he did with this man named Jeff that led me to the Lord. Dat heeft hij ook bij Jeff gedaan, de man die Jacob tot geloof gebracht heeft. And the Lord just all of a sudden raised up for himself a people and he himself puts in their heart love and compassion for the Jewish people. Dus is hier een volk eigenlijk in de kerk opgestaan die liefde en compassie heeft gekregen van God voor het volk. This is like the departure of the Red Sea. Dat is net zoals de Rode Zee die splijt. Now this is like the wall of Jericho falling down. Dus net als de muren van Jericho die instorten. That it is a growing number of people in the church that love us. Dat er een groeiend aantal mensen in de kerk is die van ons houden. That really have compassion over us, the Jews. Die compassie heeft voor het Israëlse Joodse volk. And there is prayer groups all around the world for the salvation of the Jews. En over zijn gebedsgroepen over heel de wereld voor de redding van het Joodse volk. Now what happened that you love us? Wat is er ineens gebeurd dat jullie van me houden? Have we changed? Zijn wij soms veranderd? Have we become more holy? Zijn wij meer heilig geworden? Have we become more righteous? Zijn we meer rechtvaardig geworden? Have we become more beautiful? Of misschien meer mooier uitzien? Look at me. Kijk maar naar me. No. Nee. We haven't come not more righteous, no more holy and no more beautiful. We zijn niet meer rechtvaardig of ook niet meer heilig en ook niet mooier geworden. And yet God has in his power and his timing put love in your people's lives for the Jewish people. Maar God heeft in zijn timing en met zijn kracht die liefde en compassie in jullie harten uitgestort voor zijn volk. And it is thanks to your people, those who really love Israel practical way. En het is dankzij jullie mensen die echt Israël lief hebben heel praktisch. Op een praktische manier. People who are not ashamed of the gospel. Mensen die niet bang zijn voor het evangelie, of schamen voor het evangelie. People who really
go out of the way to share the gospel and to share it in a Jewish context with the Jewish people. Mensen die bereid zijn om moeite te doen om Jezus te vertellen in de Joodse context, in de Joodse context. And all of a sudden there is a rising number of Jewish people that begin to see Jesus the Jew. En plotseling zijn er ook steeds meer Joodse mensen die zien dat Jezus Joods is. And all of a sudden Jesus become an issue in Israel. En ook plotseling is Jezus een onderwerp van gesprek in Israël. Especially in this last month, I must say. En zeker in de afgelopen maanden moet ik zeggen. You will see on the clip soon what this boy from Galilee has done thanks to the grace of God to shake the nation. Jullie straks in het video jullie wel zien wat deze jongen uit Galilee gedaan heeft om heel het land te laten schudden. A film in the movie theaters all over Israel. En zo heb ik een film in de bioscopen over heel Israël. Of the life story of this boy which God have led this boy from the day he came out of his mother's womb. Over het leven van deze jongen. Vanaf het moment dat ik geboren ben. And the radio, many interviews. Over de radio, heel veel interviews. On the television. Op televisie. The newspaper full of articles. De kranten staan er vol van. All of a sudden, there is a rising gospel in Israel. And Jews begin to see Jesus, the promised one. Dus de evangelie breidt zich uit in Israël. En één keer beginnen mensen te herkennen dat Jezus de beloofde Messias is. And understanding that he is the natural continuation of God's promises to Israel. En dat, dat hij inderdaad een natuurlijke vervolg is van de belofte die God gedaan heeft aan Israël. So what is really our task, if I can wrap it up? Dus wat is eigenlijk onze opdracht, als ik daar even kort over mag hebben? We have a powerful task ahead of us. We hebben een hele krachtige opdracht voor ons liggen. And I cannot do it on my own. En ik kan het niet in mijn eentje. And you cannot do it on your own. En u kan het ook niet in uw eentje. And together, I tell you, we can do it. Maar samen kunnen we het wel, zeg ik jullie. Because it's in the heart of God. Want het is namelijk in het hart van God. Because it is God's intention. Het is namelijk de intentie van God. Because this is the plan of God. Want het is namelijk het plan van God. That finally the religious Jewish establishment. Dat uiteindelijk het religieuze establishment gevestigde orde will come to understand that this was from God. Dus dat wij eindelijk gaan begrijpen en gaan zien dat dit wel van God is geweest. And the fact that we as a nation have rejected him does not negate the truth of the gospel. En dat we als volk hem afgewezen hebben, wil niet zeggen dat het niet de waarheid zou zijn. And the fact that for 2000 years we say no to Jesus does not make Jesus not from God. En als we 2000 jaar lang nee tegen Jezus gezegd hebben, wil niet zeggen dat Jezus niet van God zou zijn. It is all according to the plan of God. Het is allemaal volgens het plan van God. It was the mind of God and the heart of God for his own people to stumble over the stone which the Lord laid in Zion. Het was in de gedachte en het hart van God dat zijn eigen volk zou struikelen over de steen die gelegd was in Sion. And the religious Jewish establishment must come to understand that our rejection brought the salvation to the world and God fulfilled his mission to Israel, blessing to all the families of the earth. En de religieuze gevestigde orde moet beseffen dat doordat zij gestruikeld zijn, het evangelie heeft kunnen verspreiden naar de heidenen, zodat het een zegen kon zijn voor alle volken over heel de wereld. A light to the nations. Een licht voor de volken. My house will be a house of prayer to all nations. Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken. And the religious Jewish establishment in Israel must come face to face with that reality. En de religieuze gevestigde orde moet echt gaan inzien dat het zo is met deze realiteit. That Yeshua is the promised one. Dat Yeshua de beloofde Messias is. He is the one the law spoke about. Hij is degene waarvan de Heer al die tijd al gesproken heeft. He is the one the prophet. Point two. Hij is degene waar de profeten al naartoe wezen. And he is the true Judaism for Israel. En hij is het ware Judaïsme voor Israël. And the fact that you have taken him and made out of him blonde, blue-eyed Jesus does not really make that not Jewish. Het feit dat we in het Westen altijd Jezus met blonde haren en blauwe ogen hebben afgeschilderd, wilde niet zeggen dat hij niet Jood zou zijn. And the fact that you took Jesus to some strange land does not negate the gospel of this great kingdom of God promised to Israel. En het feit dat Jezus zeg maar helemaal over de wereld verspreid is in al die andere landen, wil niet zeggen dat Jezus niet beloofd zou zijn voor Israël. So now we are really moving to that direction.
Dus we zijn nu in die richting aan het bewegen. Do you realize that? Beseffen jullie dat? You realize that the hour have come upon us. Hebben jullie realiseren dat er nu de tijd aangebroken is? Now this is an amazing hour on God's timetable. Het is een geweldige tijd waarin we leven op het tijdslijn van God. And I'm so thrilled and I'm so excited to be part of being an answer to God's intention. En ik ben zo enorm enthousiast dat ik een deel mag zijn van het antwoord van Gods plannen. Now, the questions we really want to ask. Maar de vraag die ik jullie wil vragen is: what are we going to do about it? Wat gaan we nou hiermee doen? How are we going to really wake up Israel to the reality of Jesus being the Jew? Hoe gaan we nou eerst zo wakker schudden dat Jezus inderdaad Joods is? The natural continuation of God's promises. Het hele natuurlijke gevolg van de belofte van God. First of all, for ourselves, we really have to understand the plan of God completely, fully. En voor onszelf moeten we eigenlijk als allereerste beseffen wat het plan van God nou precies is. So I want to go here to Romans, that's our verse for tonight, that's our verse for Holland. How then will they call on him, Romans 10:14? How then will they call on him in whom they have not believed? How will they believe in him whom they have not heard? And how will they hear without a preacher? Ik wil gaan naar het vers wat ook het thema is nu voor deze week in Nederland. En dat is Romeinen 10, vers 14 en 15. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? Now I have to say some things about this great man of God, Paul. Ik moet even een paar dingen zeggen over deze geweldige grote man, Paulus. I cannot speak to people without bringing up this man, Paul. Ik kan eigenlijk niet met mensen praten om niet zonder over Paulus te beginnen, deze geweldige man. That's right. My dear beloved brother Paul. Mijn geliefde broeder Paulus. The Lord took a hold of this man's life. God heeft het leven van deze man in zijn hand genomen. And really brought this great revelation to us. This justification through faith. En heeft deze enorme openbaring bekendgemaakt dat we gerechtvaardigd worden door geloof. And justification through faith is not new to the Old Covenant. En gerechtvaardiging door geloof is niet iets nieuws ten opzichte van het Oude Testament. Also in the New Covenant, justification comes through faith. In het nieuwe verbond is er rechtvaardiging door geloof. Old. In het oude verbond. Yeah. Also in the Old Covenant. Justification comes through faith. Maar ook in het oude verbond komt rechtvaardiging door geloof. Ja. Yeah. But what's new here that Paul brings us is opening the door to the Gentiles. Maar wat nieuw is, dat Paulus hier ons wil brengen, is dat de deuren ook openstaan voor de heidenen. And so let's talk about that for a short while. Laten we daar heel even over bij stilstaan. Because for me this is one of the greatest mystery unlocked for me to understand my relationship to you people. Want het is een van de grootste mysteries die God voor mij heeft laten zien, geopenbaard heeft naar jullie toe. So now Paul really have us understand that the Jew and the Gentile both are condemned before the Holy One of Israel. Want Paulus heeft laten zien dat zowel de heidenen als de Joden veroordeeld zijn voor de Heilige van Israël. We're talking about the epistle to the Romans. Ik heb nu over de brief Romeinen. This is it. Now we're talking about that very epistle. We hebben het over deze brief Romeinen. And Paul does not leave us to die in our guilt and our shame of our sin and condemnation. Maar Paulus laat ons daar niet achter in schaamte en schuld in deze veroordeling. He comes to the end of chapter 8 and he presents great salvation. Want aan het einde van hoofdstuk 8 komt in die geweldige verlossing. Great forgiveness. Geweldige vergeving. Amazing love of God that conquer our heart. Geweldige liefde van God die onze hart verovert. And he comes to the end of chapter 8. Dan komt hij aan het einde van hoofdstuk 8. And a very familiar verse to all of us. Met een heel bekend vers voor ons allemaal. Now nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Want niets kan ons scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. We're all familiar with that. Daar zijn jullie wel mee bekend, toch? And Paul knows the Jewish people. En Paulus kent zijn Joodse volk. He himself, great Pharisee,
A Pharisee of the Pharisees. Hij was een enorme grote farizeeër, de farizeeër der farizeeërs. He knows the mindset and the heartbeat of the Jewish people. Hij kende de gedachten en het hart van het Joodse volk. And he knows that when a Jew will read this great epistle. En hij weet ook als een Jood deze brief zou lezen. And he will come to the end of chapter 8. En aan het einde van hoofdstuk 8 komt. He will ask a very vital question. Dat hij een enorm belangrijke vraag zou stellen. What will he ask? Wat zou hij vragen? What do you think? Wat denken jullie? Hey Paul. Hey Paulus. 8 full chapters? 8 hoofdstukken lang. You inviting the Gentiles? Nodig je die heidenen uit? To a kingdom promised to us? Voor een koninkrijk wat aan ons beloofd is? What about us? Hoe zit het dan met ons? We are God covenant people. Wij zijn toch Gods verbondsvolk? Have you forgotten? Ben je het soms vergeten? That God established his covenant with us. Dat God een verbond met ons gesloten heeft. Abraham, Isaac and Jacob from us. Abraham, Isaac en Jacob zijn horen bij ons. The law was given to us. De wet is aan ons gegeven. The promises given to us. De beloften zijn aan ons gegeven. The temple was given to us. De tempel is aan ons gegeven. The temple service was given to us. De tempeldienst is aan ons gegeven. Kingdom is promised to us. Het koninkrijk is aan ons gegeven. We are God covenant people. We are God chosen people. Wij zijn Gods verbonden volk. Wij zijn zijn gekozen volk. And now you inviting the Gentiles? En nou nodig je die heidenen in? To our promised kingdom? Naar ons beloofde koninkrijk? What about us? Hoe zit het dan met ons? Did God forsake us? Heeft God ons soms verlaten? Did he reject us? Of afgewezen? Did he turn his back on us? Zijn rug naar ons gekeerd? Did God betray us? Ons verraden? To go to the Gentiles? Om naar de heidenen te gaan? If that's what God has done, als God dat gedaan heeft, we want nothing to do with your gospel. Willen wij niks met dat evangelie te maken hebben. We want nothing to do with your Jesus. Willen wij niks met die Jezus te maken hebben. And that is exactly what the church was conveying to Israel for 2000 years. En dat is wat de kerk voor 2000 jaar Israël van overtuigd heeft. And so I wonder why you people are surprised that the Jews don't believe. Dus ik ben ook wel een beetje verbaasd waarom jullie verrast zijn dat het Joodse volk niet gelooft. What do you want them to believe? Wat zouden ze moeten geloven? That God have betrayed them and went to you people? Dat God hen verraden heeft en naar jullie gegaan is. How can they trust such a God? Hoe kunnen ze God zo vertrouwen? Why should they trust such a God? Waarom zouden ze zo God vertrouwen? But come Paul in the chapters 9, 10 and 11. Maar dan komt Paulus met hoofdstuk 9, 10 en 11. And the most 3 important chapters of all the Bibles. Dat zijn de 3 belangrijkste hoofdstukken van heel de Bijbel. I tell you, this is the most important chapters in all the Bible. Ik zeg je, dit zijn de 3 meest belangrijke hoofdstukken in de hele Bijbel. 9, 10 and 11 of the book of Romans. Hoofdstuk 9, 10 en 11 van het boek Romeinen. Now what Paul coming to say in these 3 chapters? Maar wat zegt Paulus dus in deze 3 hoofdstukken? No, no, no! Nee, nee, nee! God has not forsaken you, Israel. God heeft je niet verlaten, Israël. He did not reject you. Hij heeft je niet afgewezen. He did not turn his back on you. Hij heeft zijn rug niet naar je gekeerd. He did not betray you. Hij heeft je ook niet verraden. He just went to pay a visit to the Gentiles. Hij heeft alleen een bezoekje gebracht bij de heidenen. Israel, you are coming back. Israël, jij komt terug. That's exactly what Paul says in these 3 chapters. En dat is wat Paulus zegt in deze 3 hoofdstukken. Israel, you going to come back on God's timetable. Israël, je komt weer terug op de tijdslijn van God. Back on the shelf. Weer op je plek. God will bring you back again. God zal je weer terugbrengen. And here we are. En hier zijn we. It is the hour in which we are living. En dat is de tijd waarin wij nu leven. This happened to take place in our time. Dat gebeurt nu in onze tijd. This is the greatest hour in all history to be born. Dit is de geweldigste tijd in heel de geschiedenis om geboren te zijn. Look to the person next to you. Kijk maar even naar de persoon naast je. I'm born in the most powerful hour of history. En zeg maar even, ik ben in het meest belangrijke moment van de historie geboren. That's true. Het is echt waar. Really, this is true. Dit is echt waar. And we're going to see it as we unfold this great mystery that is blocked to so many people. En we gaan het zullen het nog steeds meer ontdekken als we dit mysterie gaan ontrafelen wat zoveel mensen nog niet zien. So in these 3 chapters cries out Paul, Israel, you are not forsaken, you coming back. En hier roept eigenlijk Paulus uit, Israël, je bent niet verlaten, je zal terugkomen. And we are. Here we are. En hier zijn we.
We're not only back in the land. We zijn niet alleen terug in het land. But Jerusalem is being set free. Maar Jeruzalem is bevrijd. The Lord talks about that in the book of Luke, chapter 21. Daar praat ook Jezus over in Lucas, hoofdstuk 21. That the city is to be trampled under the foot of the Gentiles until the fullness of time. Dat de stad vertrapt zou worden onder de voeten van heidenen tot de volheid der tijden. And then in that verse there is this great promise that Jerusalem is going to get back into the hand of the Jews. Maar er is ook een geweldige belofte dat Israël terug zou komen in de handen van het Joodse volk. And God really made a point to make it clear to the world. En God heeft echt een punt gemaakt om dat duidelijk te maken voor de wereld. Because that war took exactly 6 days. Want die oorlog heeft maar precies 6 dagen geduurd. Powerful nations. Krachtige landen. Great armies. Geweldige legers. Perhaps 10 times more than Israel army. Or 100 times more. Misschien wel 10 of 100 keer zo groot als het Israëlische leger. 6 days. Maar 6 dagen. My people have to rest on the 7th day. Want mijn volk moet op de 7e dag rusten. And he just really makes a point to the world. En hij heeft echt een duidelijke boodschap voor de wereld. It is me doing that, God. Ik doe dat, God. This is not about the Air Force. Het gaat niet over de luchtmacht. And this is not about this great army of Israel. Ook niet over het geweldige leger van Israël. This is my doing. Dat doe ik. As I promised I will do. Zoals ik beloofd heb dat ik zou doen. And so as Jesus promised, Jerusalem is being set free. En net zoals Jezus beloofd, het is Jeruzalem bevrijd. Not only Jerusalem is being set free, but Jews beginning to be set free and really understand biblical Judaism as opposed to rabbinical Judaism. En niet alleen is Jeruzalem bevrijd, maar het Joodse volk is zelf bevrijd. Ze zijn vrijgekomen van religie en eigenlijk gaan zien wat echt Judaïsme is. So in the heart of these 3 chapters, we have this verse. Did we read it? Romans 10? Yeah, we read it, yeah. So this verse is in the very heart of these 3 chapters. Dus vers, hoofdstuk 10, vers 14, dat vers staat echt in het hart van deze 3 hoofdstukken. And how will they believe if we don't tell them? Hoe zullen ze geloven als ze het niet tegen ze zeggen? And we need to understand that on the first arrival of Jesus, he really had to be rejected. En je moet echt begrijpen toen Jezus voor de eerste keer kwam dat hij afgewezen moest worden. He had to really be betrayed by his own people. Hij moest verraden worden door zijn eigen volk. So the gospel will come to you. Zodat het evangelie bij jullie toe kon komen. So I'm very excited about those of you who bring it back to us. Ik ben dus enorm enthousiast voor degenen van jullie die het ook weer terugbrengen bij ons. And there is a rising up of Israelis, Jews that beginning to see Jesus for who he is. En er zijn enorm veel meer Israëli's en Joodse mensen die Jezus beginnen te ontdekken voor wie hij werkelijk is. And perhaps to really just ponder this truth into your heart, just one more passage I want to bring to your attention before we take a look at the clip here. En ik wil echt, deze waarheid echt dat het in jullie hart gewoon terechtkomt. Dus ik heb nog 1 ding wat ik wil zeggen voordat we een video gaan kijken. For you to really understand again the mindset of God, the plan of God. Omdat jullie echt de gedachten en het plan van God echt gaan pakken. There is so many verses that we can talk about. Er zijn enorm veel versen waar we het over kunnen hebben. But soon is Passover. Maar straks is het Pasen. And let us take a look at this passage that will be read in the synagogue in the celebration of Leil HaSeder of Passover in this feast coming up, Passover. Als Pesach begint, dan willen we naar een vers kijken die tijdens de sedermaaltijd gelezen gaat worden. When I came to faith, this passage was a very exciting passage for me. En toen ik tot geloof kwam, was deze vers dat ik ga lezen was enorm belangrijk voor mij. I sang that and I read that all throughout my childhood. Ik heb het gezongen en gelezen mijn hele jeugd lang. In celebrating Passover, of course, with my family at home. Wanneer ik Pesach vierde met mijn familie thuis. But it never really meant anything to me. Maar het had toen nooit echt een betekenis voor mij. It's just like all of my reading in the synagogue. You read ta 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 ta, and it means nothing to you. Het was als het lezen in een synagoge. Je was zo aan het lezen, maar eigenlijk betekende het helemaal niks. And all of a sudden, you born of God's Spirit. En plotseling ben je geboren en opnieuw geboren door zijn geest. And the word of God becomes alive. En het woord van God komt tot leven. And spirit speaks to spirit. En de geest spreekt tot je geest. And spirit of God lead this spirit that have come to dwell within this boy life. En de Heilige Geest komt in het leven van deze jongen. And this passage have a very significant room in my heart. En deze tekst heeft een enorme belangrijke plek in mijn hart. That takes a great deal of joy and a great deal of pain. Wat enorm veel vreugde, maar ook pijn gegeven heeft.
Joy for us who really understand it. Een vreugde voor degenen die het echt begrijpen. And believe in it. En het geloven. And great sadness and pain for people who just read it, as I did as a child, and don't really understand nothing about what God talking to us. Maar enorm veel verdriet voor degenen die dit vers gewoon lezen, net zoals ik als kind deed, maar geen idee hebben eigenlijk waar het over gaat. So it comes in Psalms 118. Het staat in Psalm 118. From verse 22 to 24. Van vers 22 tot 24. The stone which the builder rejected has become the chief cornerstone. This is the Lord doing. It is marvelous in our eyes. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dus Psalm 118 vers 22. De steen die de bouwlieden versmaad hebben is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. This is the very stone which Isaiah talks about. Het is dezelfde steen waar Jesaja over spreekt. And you know the significance of the word stone in Hebrew. Ken je de betekenis van het woord steen in het Hebreeuws? Even. Even. The word stone in Hebrew, even, and the word even contain within it Abba, Av, and Ben, son. Father, son, in the word stone, even. In het woord stone, steen, even, zit eigenlijk het woord Av en Ben. Dus zowel vader als zoon zit in het woord even verborgen. So, come Isaiah and says, the Lord going to lay a stone in Zion. Dus als je kijkt naar Jesaja, die zegt dan, de Heer zal een steen neerleggen in Sion. And this stone is being laid by God, Father, Son, for a new foundation. En deze steen zal neergelegd worden, steen, vader, zoon, voor een nieuw fundament. He who believes in it will never be disturbed, will never be ashamed. En degene die hierin gelooft zal nooit verstoord raken of nooit beschaamd staan. Now I must say something. Take a small detour here. Ik ga nog even een zijpaadje in. I really want to talk to your life, beloved. Ik wil echt in jullie leven spreken, geliefde. Look, I'm 39 years in the faith. Ik ben al 39 jaar gelovig. And I have met many, many Christians who came out, in and out of our mission, Trumpet of Salvation. En ik ken heel veel christenen die gekomen en gegaan zijn in onze ministry, Trumpet of Salvation. And I see people who never able to just get a hold of their life and move forward. En ik zie heel veel mensen die nooit echt vooruit kunnen bewegen in hun leven. You know, a life of faith is a life to move forward. Want een leven van geloof is een leven waarin je vooruit beweegt. God has given us this gift of faith. Want God heeft ons namelijk de gave van geloof gegeven. And we need to cultivate that seed that has been planted within us. En dat zaadje wat in ons geplant is, daar moeten we goed voor zorgen. If we don't really cultivate that seed of faith within us, the seed falls asleep and our life just going to stagnate. En dat zaadje wat in je geplant is, daar moet je heel goed voor zorgen. Dat moet je zeg maar opkweken. Want als je dat niet doet, ja, dan sterft het, valt het in slaap en dan zie je eigenlijk niks meer van in je leven. And when we don't cultivate this seed of faith, we cut the very wings of eagle which God wants to give us. En als we dat zaadje zeg maar niet cultiveren, dan lijkt het net alsof je een adelaar bent wat van de vleugels afgehakt zijn. And that is really to do with this whole idea which we misunderstand. En dat alles heeft te maken met dat hele idee wat we dus altijd verkeerd begrepen hebben. A new foundation. Een nieuw fundament. Because when I speak to people. Want als ik tot mensen spreek. There is this whole excuses that people come up with. Zijn er allerlei excuses die mensen hebben. Oh, you don't know. Oh, je weet niet waar hoe het met mijn leven is. Excuses about being stagnant. Excuses about standing in the same place, not going forward. Allerlei excuses waarom ze niet vooruit bewegen, waarom ze op diezelfde plek zouden moeten blijven. My father was a drunken. Maar mijn vader was namelijk altijd dronken. And my mother was a prostitute. En mijn moeder was een prostituee. And I grew up in such a neighborhood. En ik ben in zo'n vreselijke buurt opgegroeid. And all kind of excuses why his life still going nowhere. Allerlei excuses waarom we niet vooruit bewegen, maar op onze plek blijven. And I'm telling you, beloved, when the Lord says a new foundation,
It's a new foundation. Maar ik zeg jullie geliefden, als God zegt een nieuw fundament, is het ook werkelijk een nieuw fundament. I remember when I came to faith. Ik weet het nog toen ik zelf tot geloof kwam. If there is someone to really have excuses, this is the boy. Als er iemand zou zijn die alle excuses zou moeten hebben, was ik het wel. I mean, all my youth was in the neighborhood which was the Harlem of Israel. En ik ben namelijk opgegroeid in een buurt wat zeg maar de Harlem van Israël was, zeg maar een hele slechte wijk. I'm not talking about there is a neighborhood in Holland called Harlem. Niet de plaats Harlem in Nederland natuurlijk. I'm not talking about that Harlem. Niet over dat soort Harlem. I'm talking about Harlem in New York. Maar hij bedoelt Harlem zoals in New York. Okay. If there is someone with excuses about how they grow up, here is the boy. Als er iemand zou zijn die heel veel excuses had zou kunnen hebben over zijn jeugd, nou dan ben ik het wel. But when this new foundation was laid in my heart. Maar toen het nieuwe fundament in mijn hart werd gelegd. That was it. Dan was dat het. I took a hold of this life. Dan heb ik het leven gegrepen. I've realized the intention of God. Ik begreep wat de bedoelingen van God. And I made up my mind to be an answer to God's intention. En ik besloot een antwoord te willen zijn voor de plannen van God. And I begin to direct my mind, my heart, my life by the power of the Spirit. To be about my father's business. En ik besloot mijn gedachten en mijn hart en mijn leven te richten op de dingen van God. And heaven has been opened. En de hemel was open voor me. And favor was given. En gunst was op mijn leven. And eyes to see was given. En ogen om te zien was gegeven. And ears to hear what I need to hear from the Lord. En ook de oren om te horen van God wat nodig was. And a heart to really understand where God wants me to go. En een hart om echt te begrijpen waar God wilde dat ik naartoe zou gaan. And it became such a powerful, colorful life, full of adventures. En het was zo'n geweldig, krachtig en kleurrijk leven, vol met allemaal avonturen. So we want to go back to our passage. Dus laten we even teruggaan naar onze tekst. So now the stone which Isaiah speaks about. Dus die steen waar Jesaja over spraakt. Come here, the psalmist, and say that stone which the builder rejected, God made it to become the chief cornerstone. En dan staat er hier dat de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. This is a powerful prophecy. Dat is een geweldige profetie. Yeshua being the rock of our salvation. Dat Jezus onze rots van behoud. The stone which the Lord laid in Zion. De steen die Jezus God in Sion heeft gelegd. And come the psalmist and says that this is being rejected by Israel. En dan staat er dat Israël die steen dus zal afwijzen. And God makes it to be the chief cornerstone. En God maakt hem de hoeksteen. And if there is one verse that the church ought to know in all history. En er zou een vers moeten zijn wat de kerk door de hele geschiedenis zou moeten kennen. One verse from all the Bible. Gewoon één vers van de hele Bijbel. If the church only knew that next verse. Als de kerk dat vers zou kennen. Everything could be different in the relationship between Israel and the church. Wat alles anders kunnen zijn tussen de relatie tussen de kerk en Israël. What is the following verse? Wat is het volgende vers? This is the Lord's doing. Dat is het degene wat de Heer gedaan heeft. It is marvelous in our eyes. Het is wonderbaar in onze ogen. This is the work of God. Het is het werk van God. The Lord is doing that. De Heer doet het. Causing Israel to take his only begotten son to the cross, so there will be salvation giving to all mankind. Dat ervoor zorgt dat Israël de enige geboren zoon naar het kruis zou leiden, zodat er redding zou zijn voor de hele mensheid. So there will be the provision of forgiveness and the Lamb of God that was crucified on Passover. Zodat het lam gekruist zou worden op Pesach, zodat er vergeving zou zijn. This is the Lord doing. Dat doet de Heer. It is marvelous in our eyes. Het is geweldig in onze ogen. God was not taken by surprise when Israel rejected his only begotten son. God was niet verrast toen Israël zijn enige geboren zoon afwees. Isaiah talked of him. Jesaja spreekt er al over. That is to guard the lamb to the slaughter. Dat ze hem als een lam naar de slachtbank zouden brengen. That in him a new covenant would be established. Dat er in hem een nieuw verbond gesloten zou worden. That he must be cut off, Daniel chapter 9. Dat hij afgesneden zou moeten worden, wat in Daniel 9 staat. That in him being cut off, there would be this great promise of a new heart and new spirit. Dat doordat hij afgesneden wordt, dat er een nieuwe hart en een nieuwe geest zou komen. There would be this great forgiveness of God. Dat hij die geweldige vergeving van God beschikbaar zou zijn. And God will make us as white as snow. Dat God ons weer zo wit als sneeuw zou maken. Thanks to faith. Dankzij geloof. And it's all about faith. En het gaat allemaal om geloof. And when the Son of Man comes, will he find faith? En als de Zoon van God komt, zal hij dan geloof vinden? Oh, will he find bunch of religious people? Of zal hij een hoop religieuze mensen vinden? Who know how to talk
but their walk is another walk altogether. En je weet er wel al heel veel over te praten, maar als je kijkt naar hun levenswandel, is het heel wat anders. So the following verse is an amazing verse. En dan het volgende vers is helemaal een geweldig vers. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen en ons daarover verheugen. Now you sing that song much in the church, don't you? Je zingt dat liedje wel vaker in de kerk, toch? That is the tak. That is the tak. Ja? Dit is de dag. Dit is de dag. Heer ons geeft. Yes. Heer ons geeft. Yes. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wij staan om blij en zing verheugd. Dit is de dag. Dankjewel. De Heer ons geeft. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dank u, Heer. And when you sing that song, en als je dat liedje nou zingt, hè? I know most people, dan weet ik dat de meeste mensen, and perhaps all people, misschien wel alle mensen, in the church, in de kerk, when they sing that song, als dat liedje zingen, all they can think about, het enige waar ze aan kunnen denken, is this very day in which they sing the song, is de dag waarop ze het liedje zingen. This is the day. Dat het deze op deze dag zou today, gaan. Vandaag. The day in which I sing the song. Op de dag waarop ik het liedje zing. Is the day in which the Lord has made. Deze dag heeft God ook gemaakt. And maybe my wife burned my meal. Misschien heeft mijn vrouw wel het eten aangebrand. But I will rejoice. Maar ik blijf blij. Maybe my husband gave me some troubles. Misschien heeft mijn mama allemaal problemen verzorgd. But never mind. Maar this maakt is the niet day. Uit. I'll rejoice. Never mind. Dit is de dag, dus ik ben blij. Maybe my child gave me a problem. Misschien geven mijn kinderen wel problemen. But I will rejoice. Maar ik blijf blij. This is the day. Dit is namelijk de dag. That the Lord has made. Die de Heer gemaakt heeft. And it really have nothing to do with the day in which you sing the song. En het heeft werkelijk niks te maken met de dag waar het liedje over gaat. Because when you read the passage. Als je namelijk kijkt naar de tekst. You really understand. Dan zal je begrijpen. That it's talking about the very day in which Israel rejected Jesus, taking him to the cross. Dat het gaat om de dag wanneer Israël Jezus afgewezen hebben en hem naar het kruis geleid heeft. This is the day. Dat is die dag. And because of that day, we ought to rejoice every day. En vanwege die dag mogen we ons elke dag verheugen. And how can we not rejoice because of that day? En hoe kunnen we niet blij zijn om wat toen gebeurd is? We should rejoice and dance day and night. We zouden blij moeten zijn dag en nacht. This is not philosophy. Dit is geen filosofie. This is not doctrine and theology. Of een doctrine of theologie. This is the very heart and truth and love of God. Dit is het hart van God met zijn liefde en waarheid. And I pray that you will live a life of great joy. En ik bid ook echt dat jullie een leven mogen hebben vol vreugde. And nothing should take away the joy of God's salvation from your heart. En niets mag eigenlijk de vreugde wegnemen van de redding die je hebt in God. And you know, we're all familiar with this verse, the joy of the Lord is my strength. Jullie kennen vast wel ook het vers, de vreugde des Heren is mijn kracht. That's another song. Dat is ook een lied. Another thought that I really want to run to your heart. Maar ook een gedachte die ik gewoon even met jullie wil delen. And so much of it is being misunderstood by us. En er is zoveel dat wij niet goed begrijpen. We think that if we be rejoice in the Lord, we will be strengthened. En we denken als we blij zijn in de Heer dat we dan ook sterker worden. But that's not what the verse says. Maar daar gaat het vers niet over. Are you with me? Spogen jullie me nog een beetje? Spogen we nog wel. No, the verse says the joy of the Lord, as long as my life, my conduct, the way I live my life, as long as the way in which I live my life bring joy to the Lord, I will be strengthened. The joy of the Lord, dat zegt de vreugde van de Heer. Het gaat er eigenlijk over, zolang jij je leven zo leidt dat het vreugde geeft, dan zal je kracht ontvangen van de Heer. That's another way of looking at this verse. Dat is een heel andere manier om te kijken naar het vers. And that's the truth. En dat is de waarheid. That's the waarheid. Now we really want to take a small time here to look at the clip. Nou gaan we toch echt naar het clipje kijken. How many of you familiar with the work of Trumpet of Salvation? Wie van jullie kennen eigenlijk het werk Trumpet of Salvation? Okay, quite few. Oh, aardig wat. Quite few.
Just in a nutshell, just ganz, ganz kurz. Even heel snel dan, in de notendop. Ganz kurz. Heel kort. My name is Jacob. Jacob. Damkani. Damkani. I was born to a family that came to Israel from Iran. Ik ben geboren in een gezin die uit Iran in Israël kwam. I left religion 16 years of age. Toen ik 16 was, heb ik religie achter me gelaten. I left Israel 22 years old. Toen ik 22 was, heb ik Israël achter me gelaten. And I came to know the Lord 25 years ago. 25 years old. En toen ik 25 was, heb ik de Heer leren kennen. This was 39 years ago. Dat is 39 jaar geleden. All these many years, there is one and only one thing occupied this mind. En al die jaren is maar één ding dat steeds in mijn gedachten heeft gezeten. All these many years. There is one and only one thing occupied his heart. En maar één ding wat mijn hart bezig gehouden heeft. To make sure that Israel will understand Jesus in his Jewish context. Dat mijn doel was dat Israël zou zien dat Jezus in zijn Joodse context. That every Jew, as I did have great privilege by this man named Jeff, who approached me with the gospel, I do raise up an army of Jeff in Israel. Net zo'n grote voorrecht dat ik gehad heb dat Jeff mij het evangelie heeft uitgelegd. Dat ik er gewoon een heel leger mag oprichten die hetzelfde zal doen voor mijn volk. That every Jew will have an opportunity to come and touch and with Jesus and distinguish Jesus from the history of the church and Christianity and really realize him in the light of the promises of God in the old covenant. En dat gewoon het volk de kans krijgt om te zien dat Jezus ja, in het licht van de belofte van God en kunnen onderscheiden wat de kerk en de historie van de kerk is en wat geen echte christelijk leven is geweest. And what a great fight! En wat een gevecht is dat. And what a great race to run! En wat een geweldige race is dat om te lopen. And I salute you people. En ik salute you. Because I couldn't run this race without people like yourself who hold on to my hand and love and pray and partner with this great hour of God desire to meet with his people. En ik had niet zonder jullie gekund, jullie in mijn handen vastgehouden hebben met liefde en steun om dit voor elkaar te krijgen. Let's take a look, you'll understand more. That's right. And then we'll continue. And I love you guys. Ich liebe euch ganz arg. Hij houdt van jullie. Yes. Thank you. Israel, elected and chosen by God. Can we close the light? The light. The channel through whom God promised to bless all the families of the earth. Light to the nations. Israel, through whom God promised to make his house a house of prayer to all nations. Israel, who gave the human race the Bible with all of God's established covenant and promises. Israel, which in their rejection of their own promised Messiah brought the reconciliation of the world. Israel, which the world has done its best to demolish from the face of the earth and the church to replace her. Israel, the fig tree, which the saints must observe in order to recognize the signs of the time. Israel, which God promised to restore back to himself, and Yeshua promised that he will bring them to an hour of calling on him. Baruch haba b'shem Adonai. Blessed is he who come in the name of the Lord. Israel, who have really given the message of salvation to the end of the earth, has come to a point of desperate need of this very message which they really have passed on to you. It is about time that you, the saints from the nation, will wake up to the reality of the hour in which we're living. Take a look at the way in which God put things together. He brings his people back into their land of promise as dry bones. He puts love and compassion in the hearts of Christians, elected Christians, the remnant within the church to love the Jewish people. We, Trumpet of Salvation, are responsible before God to take your romantic ideas, this Hebrew singing, this waving flags in the air, this visiting the holy sites and planting trees on the mountains of Israel, which is all good.
but it's taking you away from the very intention of God, who has called you to provoke Israel to jealousy, who has called you to bring the gospel back to the Jews, and we, a trumpet of salvation to Israel, lay our life down to make sure that your romantic's ideas concerning Israel will become precisely an answer to God's intention. In today's society, as you well know, we cannot ignore the power of media. Trumpet of Salvation to Israel is using media to spread the word of God to Israel and the world. We are involved in many projects. Our Hebrew website, We Are Israel, is made for Israelis to show them at last the truth about Yeshua. For the first time in history, we produced a documentary film in Hebrew called The Other Side of the Cross. We have an international TV show, a TV studio, which will be an important tool in witnessing to the Jews and the Arabs. It will help us reach the saints of the nations with a message of how important they are in God's plan for Israel's salvation. The messenger is about to take the Holy Land by storm and may become one of the most controversial Israeli films of 2016, the biographical documentary about Jewish-born messianic leader Yaakov Damkani is about to spark debate. The eccentric leader believes in preaching the gospel to Muslims and Jews in Israel, a big taboo that angers the Orthodox and is likely to unleash violent reactions. Death threats, beaten, bloodshed, attacks in the streets, riots of all kind. Now that we return back to the land of promise, all of a sudden, after 2,000 years, there is a voice rising up here. Hey, let's reevaluate Jesus. In 1985, he founded the Trumpet of Salvation to Israel, an organization that preaches the gospel of Jesus Christ to the Jew first. The messenger will be screened in many countries in many different languages. You can call him many names, but you can't ignore him. I hope you've been encouraged by the promo that you saw. Please don't hesitate, write to us, order the DVD. It will help us in the production of the next film. New Spirit in Hebrew, Ruach Hadashah, is going to really shake the nation. And we covet your prayer and we ask for your partnership. A trumpet of salvation, we also take care of the physical needs of the family of the redeemed. And this we do thanks to your partnership and active love. A trumpet of salvation to Israel, we understand that the spiritual needs are important. They are most important. But we must help people with their physical needs as well. Amen, amen. We feed the hungry and inspire the brokenhearted. We help students to pay their fees so they can receive a proper education. We love and support the soldiers who are so open to the gospel of peace. These are just few of the many areas in which we are reaching out to the members of the Israeli society to show them the love of God in Yeshua Mashiach. Trumpet of Salvation to Israel truly comes to encourage you, to challenge you, to let you know that there is a glorious platform which God has set up for you to come and be an answer to His intention, to be an answer to His heart cry for Israel to recognize Yeshua in His Jewish context. Come and open the eyes of the people who gave us this great gospel? We will not come and really give them the debt which we owe them? Come for a life-changing experience and let Israel hear all about Yeshua
in a Jewish context. Truly, the time has come. Finally taking time to really share with our dear friends across the globe of what God is really doing here. Here in this house, which we really got in 1983 in a miraculous way, used to be here in the garden a whole lot of people. This was our dining room, our living room, our sleeping room, our teaching room, our worship room, and now we have put here some more rooms, and we have all the meetings taking place in Gilgal. We have built here another room for literatures, for tracts, for books. It's really awesome, a whole new season, a whole new chapter, a trumpet of salvation to Israel. Yes, boy. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, 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 I tell you, I'm so thankful that you can be with me here with this horse's manure. As always, he knows how to surprise this boy from Galilee. And when he comes, he always comes big. And I'm just so thankful to really have you from wherever you are across the globe as true brothers and sisters, as true friends in this glorious vision. A vision from God have been placed here. And his timing, and it's all about God timing, he's given us a marvelous, most powerful place at the Judean Hills, halfway between Tel Aviv and Jerusalem. Discipleship school, agriculture, coffee shop, restaurant, raising up the carrots and the garlic and the cucumbers. And what more, the most important, the tabernacle, which will stand right here. We're calling on you to just be part of something powerful, unique among the Jewish people to recognize their own promised Messiah, their own promised salvation. Every item points to Yeshua. What an hour and what a time we're living on God's timetable. And I cannot do all this without you, beloved. And I'm calling you to just take part of something prophetic, something that the prophet spoke about, something the Lord spoke about, something the apostle talked about, and the time have come upon us to really do whatever it takes to build community, to build life in which Israel can hear the gospel of the kingdom in a Jewish context. And it's the Jew and the Gentile. It is the one heart. It is the one new man that we need to really pull together in order to be an answer to God's intention. So from this heart, from the bottom of my heart, I'm calling you to just come with us, trumpet of salvation, and calling Israel to their own promised Messiah. God is stirring up the heart of Gentile believers to go and build a temple in Israel. And the temple is not a temple of bricks and stones. Go to Israel, meet the people there, talk to them on the street or wherever, the real people living there. And don't hesitate, just come. I had such a great time. I just bowled straight up to people, straight into their face, and gave them the leaflet and had great talks. I mean, these people, you know, I said, look, I'm Heather, I'm from New Zealand, and I've come here to meet you guys, and they really wanted to talk, and it was really, really good. He was so touched that we shared hugs, and it was very incredible to see how receptive people are. I want to encourage people to come to Israel and love Israel and pray for Israel, and because it's very important to do it. Israel is promised land, yes. And we have to remember it all the time. An experience which words cannot describe. You've got to be here, you've got to experience it, you've got to come over, and that's the only way to find out this indescribable feeling that we've got. Whether they're going to immediately see the truth, or whether it's just a seed,
You know, maybe you're watering another seed or whatever, but you will touch a life. And I believe touch many lives. Because one thing I really learned in these 3 months is what it is to be a servant of God. I saw amazing things. Prayed the sinner's prayer and she received her salvation. God, please bring me back here because it really feels like this is the time for the Middle East. I'm sure that everyone would feel like me. It was so great. I really recommend to being here. I will recommend it to everybody, to young people, to old people, to shy people, to really open people. Handing out literature, speaking to people, and so many hundreds and thousands of Jewish people and Muslims as well, and everybody who lives in this place has an opportunity to hear the word of God. I would never have said that evangelism was a strong point for me, but I've learned that God, if you make yourself available to God, he'll use you. I would urge people to come here. It's a wonderful way to grow in your faith and a wonderful way to just get deeper into the Bible by seeing the places where Jesus walked and getting closer to the land and the people. It helps the Bible come alive. We need your prayer, your support, and we want to thank you so much for all that you have already done. Without you, none of this will be possible. God bless you. I hope you're really encouraged. Ik hoop dat je bemoedigd bent. Really blessed. En gezegend. And again, I really want to stress out and tell you, none of this would be possible without people like yourself who are making this possible. En ik wil nog een keer benadrukken dat niets van dit alles mogelijk zou zijn zonder jullie die dit mogelijk maken. You know, God has promised us in Ezekiel chapter 37. En God heeft ons beloofd in Ezekiel 37. That he will gather us from all the nations. Dat hij ons zou verzamelen uit alle volken. And he will bring us back home as dry bones. Dat hij ons terug zal brengen als droge beenderen. And he did that. En dat heeft hij gedaan. And there is a great promise in the very heart of this chapter. Maar er is een geweldige belofte in het hart van dit hoofdstuk. That he will call the spirit to come from the four corners of the wind. And breed on the slain, breed on the dry bones. Dat de geest zal komen alle vier windstreken van de aarde om te blazen op deze beenderen. Let's talk about that promise. Laten we even naar die belofte kijken. It starts first of all with the promise of giving the Spirit in Jerusalem and establishing the church. Het begint allereerst met de belofte van de Heilige Geest in Jeruzalem toen de kerk gestart is. The Lord been crucified. Jezus was gekruisigd. Rose from the dead. Opgestaan uit de dood. This took place in Passover, which we'll soon celebrate. Dat vond allemaal plaats bij Pesach, wat we binnenkort zullen gaan vieren. 50 days later. 50 dagen later. Come the Pentecost. Dan komt Pinksteren. The promised spirit of Ezekiel and Jeremiah came upon the people. En de beloofde geest die we al beloofd zijn, Ezekiel en Jeremia, die komt op de mensen. And the apostles ask the Lord, when are you going to restore the kingdom to Israel? En de apostelen vragen ook aan Jezus, wanneer komt u het koninkrijk van God herstellen? And the Lord did not tell them, no, I'm not going to really restore the kingdom to you. En Jezus zei niet van, nee, ik ga het koninkrijk niet herstellen. What he told them is, now you take this gospel, this promised spirit that comes through faith in the forgiveness. You take it from Jerusalem, Judea, Samaria to the end of the earth. Nee, Jezus zei van, neem deze belofte, neem de Heilige Geest die je gekregen op basis van je geloof en ga vanuit hier, van Jeruzalem naar Judea naar Samaria naar het uiteinde van de aarde. Now the gospel have reached the end of the earth. Nou, het evangelie is uit het uiteinde van de aarde terechtgekomen. And through faith in the gospel, men receive the promised spirit. En door geloof in het evangelie heeft ook de mens de Heilige Geest ontvangen.
And God does not bring the Jewish people back home 1,000 years ago. En God heeft het beloofde volk niet 1000 jaar teruggebracht. He doesn't bring us back home 500 or 200 years ago. Ook niet 500 of 200 jaar terug. He brings us back home precisely on the hour in which the gospel reached the end of the earth. Nee, hij brengt ons terug precies op het moment dat ook het evangelie de uiteinde van de aarde bereikt heeft. He brings us back home as dry bones, as he promised. Hij brengt ons ook terug als dorre droge beenderen, zoals hij ook beloofd heeft. And here is the verse which I want to draw your attention to. En dan is dit het vers waar ik jullie aandacht op wil vestigen. Ezekiel 37, vers 9. Then he said to me, prophesy to the spirit, prophesy, son of man, and say to the spirit, thus says the Lord God, come from the four wind, O spirit, and breathe on this slain, that they come to life. En daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere. Kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. So the calling is on the spirit to come from the four corners of the earth, now that it reached the end of the earth, now come and breathe on this slain. Nu het evangelie dus aan het uiteinde van de wereld is terechtgekomen, is nu de roep naar de geest om terug te komen om op deze beenderen te blazen. On these very people who gave it to you 2000 years ago. Op diezelfde mensen die 2000 jaar geleden verzameld zijn. What is that spirit? Waar is die geest eigenlijk? Many of us like to leave it all on the shoulders of the Lord. Heel veel mensen willen het eigenlijk op de schouders van de Heer zelf neerleggen. Let the Lord do it. Laat de Heer het maar doen. But you know, I've learned about my God that He is a God who everything which He wants to accomplish, it's always through people. Maar ik heb geleerd dat onze God een God is die wat Hij wil bereiken doet door mensen heen. And it really is so humbling. En dat maakt ons zo nederig. It is so great honor. En zo'n geweldige eer. To be used by God. Om door God gebruikt te mogen worden. And that's the heart cry of God. En dat is ook het hartsverlangen van God. To use men to accomplish His purposes on earth. Om mensen te gebruiken om zijn doelen te bereiken hier op aarde. And he cries out. En hij roept het uit. Call on the Spirit which is within you now, finally, come. And breathe on this slain. Dus hij roept tot de geest, dat de geest die in jullie is, kom en blaas op deze geslagenen, de gedoden. Please don't come to Israel and go like that. On the maar Jews. Kom niet naar Israël en ga zo blazen op het Joodse volk. That is not the idea. Dat is niet het idee. The idea is to come with the gospel, present the gospel and people through the understanding of this great gospel will receive the Spirit, even as I did and so many others. Maar kom met het evangelie en als het evangelie zullen begrijpen, zullen ze ook de Heilige Geest ontvangen, net zoals andere gelovigen. But I've learned that there are three groups of people, or rather four groups of people in the church. Maar ik heb ontdekt dat er vier groepen zijn in de kerk. That refuse to understand. Die eigenlijk weigeren te snappen. Or respond to the plan of God. Of willen reageren op het plan van God. And they find all kind of excuses not to respond to the intention of God. En die allerlei excuses hebben om maar niet te reageren op wat God wil. And the intention of God, believe me, it's Israel focused. En geloof me, de bedoeling van God is gericht op Israël. There is no kingdom coming on earth apart from Israel. Want er komt geen koninkrijk op aarde zonder Israël. Not only the first coming of our Lord had to do with Israel, the second coming of our Lord is again to do with the people of Israel and the land of Israel. Niet alleen de eerste komst van Jezus had te maken met Israël, maar ook zijn wederkomst heeft te maken met het volk en het land Israël. But it's amazing to really see the excuses of people in the church developing within themselves not to really take part in what God wants to accomplish. Maar het is eigenlijk wonderbaarlijk hoeveel excuses mensen kunnen bedenken in de kerk om er niet deel te hoeven nemen aan het plan wat God heeft voor Israël. This is the hour to bring the gospel back to the Jews. Want dit is namelijk de tijd dat het evangelie terug moet komen bij het Joodse volk. We have neglected Israel for 2000 years. We hebben 2000 jaar lang Israël verwaarloosd. And I really believe that Israel deserves an extra attention at this hour of their history. En ik geloof echt dat Israël wat extra aandacht mag gebruiken nu in deze tijd waarin we leven. And I hope we'll really wake up to the reality of
the debt which we owe these people, Paul talks about it. En ik hoop dat jullie ook beseffen eigenlijk de schuld die we hebben naar dit volk waar Paulus het ook over heeft. So here is the four groups of people in the church and their excuses. En dit zijn dus de vier groepen en de excuses die mensen hebben. Well, actually, three out of the four have excuses. Nou, eigenlijk hebben we drie van de vier excuses. The first group. De eerste groep. And I really want you to find yourself in that groups. En ik wil echt dat je even nadenkt bij welke groep hoor ik. We're gonna ask you at the end and to which group you belong. Ik ga aan het einde vragen bij welke groep hoor je. So you better listen carefully. Dus let even goed op. The big chunk of people in the church. En een enorme groep in de kerk. Have really come to believe and easy their conscience. Hebben zijn gaan geloven om ook zo hun geweten te sussen. With this verse in Romans 11:25. En aan de hand van een vers in Romeinen 11 vers 25. Where Paul says all Israel shall be saved. Waar Paulus zegt dat gans Israël behouden zal worden. So there is this people who really come to believe, well, all Israel shall be saved. Er zijn dus deze mensen die denken, nou, heel Israël wordt gered, dus. Ze zijn oké. Okay. Leave them alone. Laat ze met rust. They have their own covenant. Ze hebben een eigen verbond. They are God covenant people. Ze zijn een godsverbondsvolk. Paul said they be saved. Paulus zegt toch dat ze gered worden. Leave them alone. Laat ze met rust. Again, refusing to understand the context of what Paul talks about in that passage. En ze eigen weigeren ze te zien de context die Paulus gebruikt en waarin hij dit vers neerzet in Romeinen. And what is the context of this passage? En wat is de context van dit vers? Paul talking about the return of the Lord. Paulus heeft namelijk op het moment dat de Heer weer terug zal komen. The deliverer will come out of Zion. De verlosser zal komen uit Zion. And he will remove ungodliness from the house of Jacob. En hij zal de goddeloosheid verwijderen uit Jacob. He's actually talking about Zechariah and Daniel. Hij heeft het eigenlijk over Zacharias en Daniel. Now Daniel chapter 7 speaks about Son of man, son of God, coming in clouds of glory. En in Daniel lezen we dat de Zoon van God terug zal komen in de wolken. And Zechariah really gives us deep insight to the very heart of God in his dealing with Israel. En Zacharias geeft een enorm diep inzicht over hoe God handelt met zijn volk Israël. If I choose two verses that really speaks of the dealing of God with Israel, it will be taken from Zechariah 13, verse 1 and 9. Als ik iets mag zeggen over versen die gaan over hoe God met Israël handelt, is het Zacharia 13, vers 1 en 9. And these two verses, you really see the entire mind of God, the counsel of God, the dealing of God with Israel. In deze twee versen zie je eigenlijk de volledige gedachte en de raad van God als het gaat tussen God en zijn volk Israël. And how God is going to bring his people to kneel down and recognize him finally for who he is in Christ Jesus. Hoe God ervoor zal zorgen dat zijn volk op de knieën zal gaan en eindelijk zal erkennen wie Jezus Christus is. So verse 1 says. Want in vers 1 staat. In that day a fountain will be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem for sin and for impurity. In Zacharia 13 vers 1, te dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. When is that day coming? Wanneer komt die dag? That day is following Zechariah 12 vers 10. Dat deze dag volgt, Zacharias 12 vers 10. Where it says, I will pour the spirit of grace and supplication upon the house of David and the inhabitant of Jerusalem and they look on him whom they have pierced. Daar staat, ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. And they will mourn as one mourn for their only son. En ze zullen rouwen om hun enige zoon. So what the Bible really speaks about is the nations coming against the city of Jerusalem, which we see the Lord preparing the platform for that. En waar het eigenlijk de Bijbel over zegt, is dat de volken zullen optrekken tegen Jeruzalem. En we zien ook wel het platform wat daarvoor is nu in de wereld. We see the hatred in the world that is rising against Israel. We zien ook de haat in de wereld die opkomt tegen Israël. And it's only a matter of time when they will gather against the city of our Lord. En het zal alleen een kwestie van tijd zijn dat zij zich zullen samenvoegen tegen de stad van God. And that's when the Lord comes back in clouds of glory, Daniel
Daniel 7, Daniel 7. En dan zal de Heer terugkomen op wolken van glorie, zoals in Daniel 7 staat. And they look on him whom they pierce, Zechariah 12, 10. En zullen opkijken naar degene die ze doorstoken hebben, Zacharias 12, vers 10. And they will come about a national repentance. En er zal een landelijke bekering zijn. When Israel gonna look on him whom they pierce. Wanneer ze op zullen zien naar hem die ze doorstoken hebben. And they wake up to the reality that he is not Baptist. En ze zullen ontdekken, de realiteit zien, dat hij geen Baptist is. He is not Lutheran. Of een Lutheraan. And he is not Catholic. En ook niet katholiek. All of a sudden they wake up to the reality, Jesus the Jew. En plotseling zullen ze realiseren dat Jezus Joods is. Their brother. Hun eigen broeder. Just like story of the story of Joseph. Het is net als in het verhaal van Jozef. And they get the shock of their life. En ze krijgen de schok van hun leven. And there is national repentance taking place. En er zal een landelijke nationale bekering zijn. And that's the following chapter. On that day, God opened for them a fountain. En het volgende hoofdstuk in Zacharie gaat erop dat op die dag dus een bron zal ontsloten worden. And I want to say something into your own private life, beloved. En ik wil even iets zeggen voor jullie eigen persoonlijke wandel. I don't know what kind of a walk you have with the Lord. Ik weet niet wat voor wandel je hebt met God. But I promise you, maar ik beloof je. If you search your heart, als jij je hart doorzoekt. If you realize that there are things in your life which you need to repent of. En als je beseft dat er dingen in je leven zijn waar jij je van moet bekeren. And you love the Lord enough. En je houdt genoeg van de Heer. And you repent. En je bekeert je. A great fountain will be opened deep in your heart. Er zal een enorme grote bron ontsloten worden in jouw hart. Now this promise is to Israel. Nou, deze belofte is voor Israël. When they will really repent as they look on him whom they pierce, a great fountain will be open for them. Wanneer zij zeg maar zich zullen bekeren als ze opzien naar hem, dat dan die bron in hun ontsloten zal worden. But do you understand that this fountain is available to you? Maar je begrijpt dat deze bron ook voor jou beschikbaar is. This fountain is really available for each and every one of us. Want deze bron is beschikbaar voor ieder van ons. If we only learn to examine our walk with the Lord. Als we maar bereid zijn om onze wandel met God te onderzoeken. And if there is any ways of sorrow within us that we'll be wise enough to repent, that such a fountain will take place in our private walk with God. En als er iets niet goed is in ons leven, dat we ons zullen bekeren en dat onze wandel goed zou zijn met God. So in that day a fountain will be open for Israel. Dus op die dag zal een bron gesloten zijn voor het huis van Israël. And all history is moving to this last verse of that chapter. En de hele geschiedenis die richt zich op het laatste vers van het hoofdstuk. And this is God's mindset and God determined to bring this hour on history. En dat is de gedachte van God en zijn vastberadenheid dat dit zou plaatsvinden in de historie. They will call on my name and I will answer them. I will say, they are my people. And they will say, the Lord is my God. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zeg, dat is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. God is in a business of bringing this event on the household of Israel. En God is ermee bezig dat dit plaats zal vinden voor het huis van Israël. And so much of it is really to do with you people calling on them. En heel veel heeft te maken dat jullie naar het volk zullen gaan. And so we're talking about these three groups of people. We hadden het dus over die drie groepen van mensen. Well, the first group is these people who say we have nothing to do with that. En die eerste groep is dus de mensen die zeggen van nou, we hebben er niks mee te maken. All Israel will be saved. Heel Israël was toch gered. Taking the words of Paul out of its context. Die dus de woorden van Paulus uit de context gebruiken. Paul is talking about that day. En Paulus heeft het over deze dag. But what's going to happen until that day come? Maar wat gebeurt er dan totdat die dag komt? Every Jew who doesn't come to Jesus die in their sin. Want elke Jood die niet tot Jezus gekomen is, zal sterven in zijn zonde. And we want to raise up a people in Israel, that remnant that is to call on him, blessed is he who come in the name of the Lord. En wij willen die dat overblijfsel van Israël op laten staan. Die zullen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. And so it's amazing how this group really have come to believe that the Jews don't need the gospel. Het is heel verbazingwekkend dat ze zijn gaan geloven dat het Joodse volk niet het evangelie zou nodig hebben. Because when I read the gospel, I see that Jesus was talking to the Jews. Want als ik het evangelie lees, dan zie ik dat Jezus tot het Joodse volk spreekt. And what did he tell them? En wat zegt hij?
No one comes to the Father but through me. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. I'm the way, I'm the truth and I'm the life. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. No one comes to the Father but through me. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. He was not talking to no Lutherans and not Baptists. Hij sprak niet tot Lutheranen of Baptisten. He was talking to the Jewish people. Hij sprak tot het Joodse volk. And all of a sudden here is this big chunk of group of people in the church who have come to believe that there is another way for the Jews. En hier is een enorme grote groep in de kerk gekomen die denkt dat er wel een andere weg zou zijn voor het Joodse volk. And really there is no another way for the Jews. En echt, er is geen andere weg voor het Joodse volk. The Jews like anybody and everybody else need this great forgiveness of God. En het Joodse volk heeft net als ieder ander mens dezelfde vergeving van God nodig. And then there is this group of people in the church. En dan is er ook nog een groep mensen in de kerk. That have come to believe that this work is only for the Messianic Jews. Die geloven dat alleen het werk van het evangelie brengen voor de Messiaanse gelovigen is. Let the Messianic Jews do this work. Laat de Messiaanse gelovigen dit werk maar doen. After all, we have nothing to do with that. Want ja, wat hebben wij er eigenlijk mee te maken? We love to think about the Jew and the Gentile become one. We denken heel graag over dat de Joden en Heiden één zijn geworden. That we together the one new man. Dat we samen één nieuwe mens zijn. That we grafted in. Dat we ingeënt zijn. That we are partakers of all these great promises God is giving to Israel. Dat we deel mogen hebben aan al die mooie beloften die God aan Israël heeft gegeven. That we are one with Israel on this great olive tree. Dat we één zijn met Israël op de olijfboom. We are one with the Jews. Dat we één zijn met de Joden. But to approach the Jews with the gospel. Maar om ze het evangelie te brengen. That's only for the Jewish believers. Dat is alleen voor de Joodse gelovigen. We want nothing to do with that. Daar willen wij niks mee te maken hebben. And that's the second group. Dat is de tweede groep. And here is the third group. En er is ook nog een derde groep. Where are you? Waar zit je? On this scale. Tot nu toe. The third group. De derde groep. Have come to really believe. Oh, shame, shame, shame on us. De derde groep is gaan geloven. Oh, we schaamte, schaamte, schaamte in ons leven. After all that we have done to the Jews, we have no right to talk to them. Wat wij allemaal het Joodse volk aangedaan hebben, wij hebben geen recht meer om iets te vertellen. Because of our church history. Door onze kerkgeschiedenis. Such crusaders. En door de kruisvaders. Such inquisition. Door de inquisitie. Such pogroms. Door de pogroms. Such holocaust. Door de holocaust. We have no right to talk to the Jews. Wij hebben geen recht om tot het Joodse volk te spreken. And that's another lie. En dat is nog een leugen. And that's exactly where Satan wants us to be. En dat wil Satan heel graag dat we zitten. Because the Lord calls us to leave behind the past and look forward and press forward. Want de Heer zegt tegen ons om niet steeds naar achteren te kijken, maar naar voren te kijken. And when you come to Israel, you realize how open the Israelis really are. En als je in Israël komt, zal je ontdekken hoe open de Israëli's er wel zijn. And what you saw on the screen is a drop in the ocean. En wat jullie op de video zagen, is eigenlijk maar een druppel in de oceaan. The Israelis are mightily open, ready. God is at work within the nation. Most of the people are fed up with the religious establishment. En het volk staat echt enorm open voor het evangelie. Ze zijn helemaal zat al die religieuze religie in het land. And you only need to know how to relate to them. En het enige wat je moet weten is hoe je met hun contact kan komen. And I really believe that for no other reason God raised up Trumpet of Salvation to train you. En daarom naar mijn idee heeft God ook Trumpet of Salvation opgericht om jullie te trainen. To teach you how to speak to them and how not to speak to them. Om jullie te leren hoe je wel en niet tot het volk moet spreken. And just in a nutshell, I want to bring something to your heart because I know you love the Jews. En daar wil ik in een notendop daar iets over vertellen, want ik weet dat jullie van het Joodse volk houden. And so please, when you meet them. Dus alsjeblieft, als je ze ontmoet. Visiting Israel or meeting them here in your own country. Als je in Israël op bezoek bent, of misschien ontmoet je ze wel hier in Nederland. Don't tell them Jesus love you, Jesus love you. Zeg alsjeblieft niet Jezus houdt van je, Jezus houdt van je. That's what most Christians know to do. Dat is het enige wat christenen vaak weten wat ze moeten doen. Jesus love you. Jezus houdt van je. And they be very polite. En ze zullen beleefd zijn. And they be smiling to you. En misschien even glimlachen. And they be very nice to you. En vriendelijk zijn. But deep inside you know what's going on in their heart. Maar weet je wat er diep in hun hart omgaat? Jesus. Jezus. Who brought upon us the Inquisition. Die ons de inquisitie heeft opgeleverd. Jesus who have betrayed us. Die ons verraden heeft. Jesus who caused us all the tragedies of our nation. Die al die tragedies in ons land veroorzaakt heeft. Love me. En die houdt van mij. He will not tell you that.
Dat zullen ze niet zeggen. But deep inside, maar diep in hun hart. Where no one can see and no one can touch. Waar niemand kan komen. Thank you. Dank je wel. I don't want this Jesus. Ik hoef die Jezus niet. And why should you tell him that? En waarom zouden we dat zeggen? Is that how the apostles approached the Jews? Denk je dat zo de apostelen ook het Joodse volk benaderd hebben? When you read the book of Acts, what do you read? En als je het boek Handelingen leest, wat lees je dan? How did the apostles approach Israel? Hoe benaderen zij het Israël, Edische volk? The God of your forefathers. De God van jullie voorvaderen. The God of Abraham, Isaac and Jacob promised you. De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft jullie beloofd. That which he promised you, he gave you. Wat hij beloofd, dat heeft hij ook gedaan. How did Jesus talk to them? Hoe sprak Jezus tot ze? Everything Jesus spoke to the Jews was always to point them to God the Father. Altijd als Jezus sprak, was het om hen te richten op God de Vader. And you must understand that unless you have Israel understand that you're presenting the promises of God to them that have come to Jesus, they will think you want to take them away from their heritage, away from their religion, and bring them to your religion and to your heritage. Dus je moet die context altijd van dat Jezus dat een vervolg is van de belofte van de Vader. Als je dat niet doet, dan zullen ze denken dat je met een nieuwe religie komt, dat je ze weg wil halen van hun eigen geloof. So how you want to approach them? Dus hoe benader je ze? First of all, you want to tell them thank you for the word of God. Allereerst begin je dank je wel voor het woord van God. If not for you people giving me the word of God, I'd be still worshiping the moon, the rocks, the idols of this world. Als jullie niet geweest zouden zijn met het woord van God, zou ik nog steeds de maan, de sterren en de stenen aanbidden. Thank you for the word of God. Dank je wel voor het woord van God. I have come into a living relationship with the God of Abraham, Isaac and Jacob because of the word of God which you people gave me. Ik ben tot een levende relatie gekomen met de God van Abraham, Isaac en Jacob door het woord wat jullie mij gegeven hebben. So now this Jewish person already understand that you really not trying to take him away from his God, the God of Israel. En nou heeft degene met wie je praat al gelijk begrijpt hij van, hey, hij wil me niet weghalen van de God van Israël. And then you want to really encourage him. En dan wil je hem ook gaan bemoedigen. Fear not. Wees niet bang. God is with you. God is met je. And the promises which God gave you, namely the kingdom of God, he will soon give you. En de belofte die God je gegeven heeft, het koninkrijk van God zal hij je binnenkort geven. Fear not Iran. Wees niet bang voor Iran. Fear not Hezbollah. Wees niet bang voor de Hezbollah. Fear not Hamas. Of voor de Hamas. God is with you. Want God is met je. And there is a lot of people who really praying for you. En er zijn heel veel mensen die voor je bidden. And then you really come after laying a foundation. En nadat je dit fundament hebt gelegd. You bring Jesus to the table. Dan vertel je over Jezus. But you bring him wisely. Maar je brengt het wijs. Please forgive us. Alsjeblieft vergeef ons. Forgive me and forgive my people, the Christians. Vergeef mij en vergeef mijn volk, de christenen. For taking Jesus the Jew and making a religion out of him. Om Jezus de Jood te nemen en daar een religie van te maken. He had no intention to bring a religion. Hij was helemaal niet van plan om een religie te brengen. He is the natural continuation of what God promised you people. Hij is namelijk het gevolg wat God al die tijd in jullie volk beloofd heeft. God have chosen you to be a blessing to all the families of the earth. Want God heeft namelijk beloofd dat jullie de zegen zouden zijn voor alle volken van de aarde. And I am from the families of people on the earth from Holland. En ik ben van een familie van de aarde, namelijk uit Holland. And I want to thank you for bringing such a great blessing to me. En ik wil je danken dat die geweldige zegening tot mij gekomen is. In the forgiveness which God promised you people. In de vergeving die God aan jullie beloofd had. And the salvation which God promised you people. En de redding die God aan jullie beloofd had. God promised you forgiveness, a new heart and a new spirit. Dat God heeft jullie vergeving, een nieuw hart en een nieuwe geest beloofd. He promised to really establish within you his covenant, the new covenant, through faith in this Passover lamb promised to you people. Hij had namelijk beloofd een nieuw verbond te sluiten door geloof in het lam. And you've been chosen to be a light to the nations. En jullie zijn eigenlijk uitgekozen om een licht te volken te zijn. And you've been chosen to be a blessing to all the families of the earth. En jullie zijn gekozen om een zegening te zijn voor alle volken van de aarde. And I want you to know that Yeshua, King of the Jews, have become a great blessing to me through you people. En ik wil zeggen dat Yeshua, Jezus, de koning der Joden, een geweldige zegening is geweest door jullie volk. He has become a great light deep within my heart. Hij is een enorm licht geworden in mijn hart.
thanks to you people who talked to me about it and to my people some 2000 years ago. En dankzij jullie volk die je verteld hebben aan mijn volk zo 2000 jaar terug. Would you please take time to re-examine, to re-evaluate Jesus the Jew apart from church history? En wil je alsjeblieft de tijd nemen om Jezus te onderzoeken, Jezus de Jood, even los van de hele kerkgeschiedenis? He's a Jew. Hij is een Jood. He walked in your country. Hij liep in jouw land rond. He healed the sick. Hij genas de zieken. Opened the eyes of the blind. Hij opende de ogen van blinden. Cleansed the leopards. De melaatsen werden beter. Raised the dead. En de doden stonden op. And he is the one the law and the prophets talked about. En hij is degene waar de wet en de profeten over sprak. Please take time to examine him. Neem alsjeblieft de tijd om het te onderzoeken. And that is the time when you have to pull out the book Why Me in Hebrew and give it to him. En dat is het moment dat je het boek Why Me pakt en dat je het aan hem geeft. And then the movie The Messenger. En dan pak je ook de film De Boodschapper. Or the movie The Other Side of the Cross. Of de film De Andere Kant van het Kruis. You always have to have ammunition in your bag. Je moet genoeg munitie in je zakken hebben. And then there is this other group. En er is nog een groep. And it's a few in that group, very, very few. En er zijn maar een paar in die groep. Is the group who really understand the heart of the Lord. En dat is de groep die echt het hart van God begrijpt. It's the group that understand the cry of Paul. En het is de groep die de roep van Paulus begrijpt. Who say, how will they believe unless they be taught? En hoe, want die zei van hoe zullen ze het geloven als het niemand hen heeft verteld? This is the group of people in the church that come to us. Dat is een groep van mensen die in de kerk die naar ons komen. But there are very few in number. Maar het zijn er maar een paar. Very few. Maar een paar. Recently I interviewed one of the heads of the Christian embassy. Laatst had ik een interview met een van de leiders van de christelijke ambassade. You know we have a television program. Want weet je, we hebben een televisieprogramma. So I interviewed this man. Dus ik had een interview met hem. And I asked him. En ik vroeg hem. Why, when you really have this feast of tabernacle every year? Hoe komt het dat jullie hebben dat loofhuttenfeest elk jaar? Hundreds of buses coming to you. Er komen wel honderden bussen naar jullie. Hundreds of buses. Wel honderden bussen. Every year. Elk jaar. And only one bus to me. Maar één bus naar mij. Why is the Christian like that? Hoe komt het dat christenen zo zijn? They just love to have boogie boogie hunky punky and the feast of tabernacle. Ze houden van het loofhuttenfeest, het boogie woogie panky panky. They don't like to be spit at. Maar ze wel. To what? Oh, ze houden niet van dat iemand op hen spuugt. De poort. Ja. Yeah. Poort. Spuugt. Spuugt. They don't like to be rejected. Ze houden er niet van om afgewezen te worden. They just want their comfort zone. Ze willen lekker in de comfortzone blijven. Have they forgotten the book of Hebrews, chapter 11? Zijn ze soms het boek Hebreeën vergeten, hoofdstuk 11? How this chapter 11 of man and woman of faith is end up? En hoe het afloopt met de mannen en vrouwen Gods van geloof. But that's the reality. Maar dat is wel de realiteit. Most Christians just like to have their comfort zone. Veel christenen houden van om gewoon lekker in een comfortzone te blijven. It's just really great to go to these conferences. Het is gewoon heerlijk om naar zo'n conferentie te gaan. And it's absolutely there is room for that and it's good. En er is ook best wel ruimte voor om dat te doen. Het is ook goed. But give 3 weeks of your life. Maar geef ook 3 weken van je leven. 2 weeks. Of 2. 3 months. Of 3 maanden. Come and shake the nation. Maar kom en schud het voor de natie. En de natie. Ja, nation. That's right, we have to shake the Nazis too. We moeten de Nazis ook schudden. We need you to just grab a hold of life and come for a life. Changing experience. We hebben echt jullie nodig dat jullie je leven bij elkaar pakken en voor deze levensveranderende gebeurtenis gewoon komen. I'm here really looking for some true friends. Ik ben echt op zoek naar ware vrienden. For some true brothers and sisters. Echt wat ware broeders en zusters. It's amazing what God is really doing with Trumpet of Salvation. En het is geweldig wat God aan het doen is door Trumpet of Salvation. You know, we started 5 years ago a congregation in Tel Aviv. We zijn zo 5 jaar terug een gemeente begonnen in Tel Aviv. And we started now 6 months ago, so a congregation in Cholon and another congregation in Kiryat Shmona. En er zijn nog 2 gemeentes begonnen in Cholon en Kiryat Shmona.
And the team is really growing in number. En de team neemt toe in aantal. And we really like to see more of you people coming on the outreach which we have every day all throughout the year. En het hele jaar door hebben we outreaches en we zouden het heel fijn vinden als jullie er ook bij komen. You can come at your convenience time. Je kan komen op elk moment dat je zelf uitkomt. And you can come for as long as you can. En je kan ook komen zolang als je wilt. From 2 weeks up to 3 months, which is the visa you get for. En van 2 weken tot 3 maanden, want zolang kun je een visum krijgen. And I'm telling you, you will really learn and experience a great deal. En ik zeg je, je zal echt enorm veel leren en ervaren. You'll never be the same. Je zal niet meer dezelfde zijn. And I really want you to pray for this next movie we're doing. En ik wil ook graag dat je bidt voor de volgende film die aan het maken zijn. New Spirit. Nieuw spirit, nieuwe geest heet hij. First of all, you must order the movie The Messenger. Allereerst moeten jullie de nieuwe film De Boodschapper bestellen. This movie plays now in the movie theaters all throughout Israel. En die film die draait nu in de bioscopen door heel Israël. It's a powerful movie. Het is echt een krachtige film. But the next film. Maar de volgende film. New Spirit. Nieuwe geest. Which is a fiction film. Dat wordt een gewoon een echte film met acteurs. This one, the Messenger, is a documentary film. Want de boodschapper die nu draait is een documentaire. And the documentary film, I speak, for example, about my childhood in the synagogue. Want in deze documentaire vertel ik bijvoorbeeld over hoe mijn leven was tijdens mijn jeugd en in de synagoge. In the next movie, the fiction film, you see the boy 10 years old playing Jacob in the synagogue. Maar in de volgende film zal er ook echt een jongetje zijn die mij speelt als ik 10 jaar oud ben of wanneer ik in de synagoge ben. In the documentary I speak about my father and my mother and the family. And the fiction you will see an actor playing my father, an actor playing my mother. There is some 30 actors in this movie. In de documentaire vertel ik wat over mijn vader en moeder. Maar in een nieuwe film zal er ook iemand echt mijn vader en moeder spelen. Er zijn wel zo'n 30 acteurs betrokken in de nieuwe film. In the documentary I speak about Jeff who led me to the Lord. In de documentaire vertel ik over Jeff die mij tot God geleid heeft. And this fiction film you will see Jeff. Maar in de nieuwe film zou ik iemand Jeff spelen. I really have a very powerful script. Powerful script. Ik heb echt een geweldig krachtig script. And I'm so excited about the work of God in this boy's life. Ik ben zo ontzettend enthousiast wat God aan het doen is, zijn werk door deze jongen heen. And the documentary I speak about robbing the banks and the brinks. In de documentaire vertel ik hoe ik banken en geldwagens beroofd heb. Now you don't believe this boy was a real gangster. Je gelooft misschien niet, maar deze jongen was echt een gangster. You can't see it, can you? Je kan je nu niet meer zien, hè? From 16 years of age to 25 years of age, I've done what most people can not do in their entire life. Tussen mijn 16 en 25 heb ik dingen gedaan die de mensen niet in hun heel leven voor elkaar krijgen om te doen. So in the fiction film you see the robbery of the banks and of the brinks. Dus in de nieuwe film zul je ook zien dat die geldwagens beroofd worden. Great movie coming up. Het wordt echt een geweldige film. And we believe it's going to take world Oscar. En ik geloof echt dat er ook een Oscar voor zal komen. Dat stimmt. Dat klopt. Dat klopt. Klopt. That's right. Can I finish with one more thought? Kan ik nog één dingetje met jullie delen? Do we have time? Ja. Hebben we nog tijd? Are you okay? Zijn jullie allemaal nog oké? Okay? We zijn allemaal nog wakker. You wide awake? Yes. I really want to finish up with some words about the word approach, and with this we'll finish. Ik wil nog één ding zeggen. Dat gaat over het woord benaderen, en daarmee wil ik ook afsluiten. I really believe that this word is a major word that needs to take place in the heart of each believer. Ik geloof dat het een enorm belangrijk woord is wat plaats moet vinden in het hart van elke gelovige. We need to develop the attitude of approaching people with the gospel which was trusted into our hands. En we moeten een houding ontwikkelen waarin we mensen willen benaderen met het evangelie wat God ons toevertrouwd heeft. Approach, very powerful word. Benaderen, het is echt een enorm belangrijk woord. Again, an attitude, an act that we need to develop within us. Een houding, maar ook een actie die we moeten gaan doen, die we moeten ontwikkelen in onszelf. I'm amazed at how much Christians just love to develop the character of the lamb within them. Ik ben altijd verbaasd dat zoveel mensen moeite doen om het karakter van een lam in zichzelf te ontwikkelen. But they choose to forget
that Jesus was not just the lamb, he was also the lion. Maar ze vergeten dat Jezus niet alleen een lam was, maar ook een leeuw. And it's very hard to find Christians who develop this character of the lion within them. Maar het is heel moeilijk om christenen te vinden die ook het karakter van de leeuw in zichzelf ontwikkeld hebben. And it is when you develop this character of a lion that you fear not to approach people no matter what it will be the reaction. Want als je dat karakter van een leeuw in jezelf ontwikkelt, dan ben je ook niet bang om mensen te benaderen, ongeacht hoe hun reactie misschien zal zijn. Because at the end you live before God and not before man. Want als het erop aankomt, leef je voor God en niet voor mensen. So what it will be like if Moses did not approach Pharaoh? Want hoe zou het zijn geweest als Mozes niet Farao benaderd had? What would it be like if David did not approach Goliath? En wat zou hoe zou het geweest zijn als David Goliath niet benaderd had? What it will be like if Esther did not approach the king? Of Esther de koning niet benaderd had? Or Jeremiah did not approach Judah day and night? Of Jeremia die Juda niet benaderd had dag en nacht? What it will be like if Eliezer would not approach these two people who were doing harlotry by the tent of the Lord and he came with a pierced and just pierced them both. En hoe zou het zijn geweest als Eliezer niet was gekomen en die pin door die twee mensen had geslagen? Pinchas ben Eliezer. Pinchas. Yeah. Do you realize the word approach? Besef je dat woord benaderen? Have you come to understand that God approached you? Besef je dat God jou benaderd heeft? In giving his only begotten son so he can dwell within you. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven zodat hij in jou kan wonen. What a great love of God to approach us in the blood of the lamb. Wat een geweldig voorrecht en genade dat God ons benaderd heeft in het bloed van het lam. Now let's take that to where we wanted to go. En laten we dat nou eventjes pakken en toenemen waar we naartoe moeten. And we want to talk about Judah approaching Joseph. En dan we even hebben over dat Juda Jozef benadert. Are you familiar with that story? Kennen jullie het verhaal? Well, this will finish. Dan ga ik mee afsluiten. Remember that story. Kennen jullie het verhaal nog? Now the brothers of Joseph are very jealous of him. De broers van Jozef zijn erg jaloers op Jozef. Very angry. En boos. And they sold him now to Egypt. En ze hebben verkocht aan Egypte. He became second in command of this great empire. En hij wordt de tweede leider in een enorm imperie. And now his brother is coming to take bread. En nou komen zijn broers om brood te vragen. They don't recognize him for nothing. En ze herkennen hem niet. He sends them home with a lot of food. Hij zendt ze weg met heel veel eten. And what does he tell them? En wat zegt hij? You will not see my face unless you bring Benjamin. Kom niet voor mijn aangezicht tenzij je Benjamin meeneemt. And so they're coming back now with Benjamin. En ze komen dus terug met Benjamin. They're having now a great feast. En ze hebben een enorm feest. And he sends them back to their father Jacob with great food and lots of wagons. En hij zendt ze weer terug naar hun vader Jacob met heel veel eten en de wagens zijn volgeladen. And he puts his silver cup and Benjamin bag. En hij zet de zilveren beker in de tas van Benjamin. And as you well know the story, the soldiers are really bringing them all back to Joseph. En zoals je weet het verhaal, brengen de soldaten ze weer terug bij Jozef. And Joseph tell them, my silver cup was found in Benjamin's bag. Benjamin will remain here to be my slave. En Jozef zegt, mijn zilveren beker is gevonden in de tas van Benjamin, dus Benjamin blijft hier als mijn slaaf. Genesis 44, that's when Judah approached Joseph. Het staat in Genesis 44 dat dan Judah Jozef benadert. And a full chapter he doing everything possible to convince Joseph that he cannot keep Benjamin. En een heel hoofdstuk gaat erover dat hij Jozef probeert te overtuigen dat hij toch echt niet Benjamin kan houden. And to the end of the chapter he comes to the end of himself. En aan het einde van het hoofdstuk komt hij ook aan het eind van zijn eigen Latijn. And what does he say? En wat zegt hij? Take me as a slave. Neem mij als slaaf. Now he came to a point of willing to lay his life down. Hij was tot het punt gekomen dat hij bereid was zijn leven te geven. Have you learned that secret in your own private walk with God? Heb je dat geheim ook ontdekt in je eigen leven met God? That unless you lay your life down, you will have not the fullness of the life
which God has for you. Dat je tenzij je eigen leven bereid bent neer te leggen, dat je niet de volheid van God kan ontdekken in je leven wat Hij voor je klaar heeft. And I beg you, don't be content and satisfied with just little life here and little life there. En ik smeek je dat je niet tevreden zal zijn met een beetje leven hier en een beetje leven daar. Let God give you the abundance of life. Laat God je de overvloed van leven geven. And the abundance of life will not enter to a life of whoever does not train himself to lay it down. En die enorme volheid van leven kan niet bij je komen als je niet bereid bent om je leven neer te leggen, af te leggen. It is only when we lay our life down that God have room to come and give us the fullness of life. Het is alleen wanneer we bereid zijn ons eigen leven af te leggen dat die volheid van Hem in ons leven kan komen. And that is to do with your private will of what type of a walk you want to walk. En dat heeft te maken met je eigen wil van welke wandel jij wil bewandelen. And so Judah now came to the end of himself. I lay my life down. Dus Judah komt tot het einde van zichzelf en zegt: ik leg mijn leven neer. Take me as a slave. Neem mij als slaaf. Only let Benjamin go back home. Laat Benjamin teruggaan naar huis. And he cries out. En hij schreeuwt het uit. Ki ech ele lavi vehanar enenu iti. How will I go and face my father and the boy is not with me? Hoe kan ik voor het gezicht van mijn vader komen en de jongen is niet bij me? How can I face my father? Hoe kan ik voor mijn vader komen? And the boy is not with me. En de jongen zou niet bij me zijn. At that hour, you know very well, Joseph couldn't take it anymore. En dan weet je op dat moment dat Jozef het ook niet meer vol kon houden. And he goes out there and he weeps and he cries. En hij verlaat de ruimte en begint enorm te huilen. And he comes back to his brothers. And he tells them, I'm Joseph, your brother. En hij komt terug bij zijn broers en zegt, ik ben het, Jozef, jullie broer. And I want to bring a question into your heart. En ik wil deze vraag nu bij jullie neerleggen. Do you believe you're going to see your father who is in heaven? Geloof je dat je zelf de vader zal zien in hemel? Do you really believe such an hour will come? Geloof je dat dat moment zal aanbreken? That there will come a day and you will face your father who is in heaven. Er zal een dag komen dat je voor het aangezicht van God zal verschijnen. If that is true. Als dat waar is. And it is true. En het is waar. How do you want to really look into the eyes of your father who is in heaven? Hoe wil jij in de ogen van de Vader in de hemel kijken? Have you really went out of your way to bring Benjamin's into the father hands, into the father presence? Heb je best gedaan om Benjamin weer terug te brengen bij de vader in handen en in aanwezigheid van de vader? Have you ever really realized that the only reason God have really saved you and put spirit within you is to really bring others also to him? Heb je gerealiseerd dat de reden is dat jij gered bent, de Heilige Geest in je is, zodat je ook weer anderen kan bij hem kan brengen? So now Joseph send all of them to Jacob with all these wagons and all this food. En Jozef zendt ze weer terug met allemaal wagens vol met eten naar Jacob. And he tells them, go tell Jacob to bring all the household here to Goshen. Let me look after them. Let me take care of them. There is quite few more years of famine. En Jozef zegt van, kom terug, neem je hele huishouden, je familie allemaal mee, want er komen nog een aantal jaren van hongersnood aan. And now they're coming to Jacob the father. En ze komen bij Jacob de vader. And what do they tell him? En wat zeggen ze tegen hem? Joseph is alive. Jozef leeft. And the scripture says, Vatechi ruach Jacob. And the spirit of Jacob was revived. En de geest van Jacob leefde weer op. And I really believe that we as believers want to see the spirit of Israel being revived. En ik geloof dat wij als gelovigen willen zien dat de geest van Israël weer opleeft. And in order for Israel's spirit to be revived, they must understand that Jesus is alive. En als dat wil gebeuren, dat de geest van Israël weer opleeft, dan hebben ze het nodig dat ze weten dat Jezus leeft. And how will they know that Jesus is alive if we will not approach them? En hoe zullen ze weten dat Jezus leeft als wij hen niet benaderen? So I'm really inviting you. Dus ik nodig jullie uit. If you can't come, help someone else to come. Als je zelf niet komt, help dan iemand anders die kan komen. Be faithfully praying for this mission, Trumpet of Salvation.
En bid trouw voor deze missie Trumpet of Salvation. Find ways to take part of this work. En zoek manieren hoe je eraan deel kan nemen. And I want to expand my invitation to the church. En ik wil hier ook een uitnodiging doen naar de gemeente. To the congregation here. Door de gemeente hier. Make of it a project of the congregation. Maak er een project van samen met de gemeente. Choose one, two, three. As a congregation, to support these two people and send them to us for as long as you can. We send them back to you transformed. Kies 1, 2, 3 mensen in de gemeente uit om naar ons te zenden. En we beloven je dat ze veranderd terug zullen komen. Make it a church project. Maak er gewoon met z'n allen een project van. And please don't send us no women looking for husbands. En zoek ons als je zet ons geen vrouwen die alleen maar op zoek zijn naar een man. And don't send us no men looking for wives. En ook niet alleen maar mannen die op zoek zijn naar een vrouw. Yeah. Send us the real ones. So, zend ons de echte. The single-minded. Degenen die één focus hebben. Those who come for the right reason with the right motives. Die met de juiste motieven en redenen komen. Oh, I can talk to you until the morning. Ik kan wel tot de volgende ochtend blijven praten. I can see that some of you really beginning to get, you know, sleepy. Ik kan zien dat sommigen van jullie een beetje slaperig beginnen te worden. It's getting late. Het wordt ook al laat. Let's finish up with the table here. Laten we even afronden met wat er op de tafel ligt. First of all. This magazine is a magazine that we start putting in Hebrew. Testimonies of Israelis who come to faith. Please feel free to take it. That would really be great. Dit is een magazine waar getuigenissen staan van Israëli's die tot geloof gekomen zijn. Neem er gerust eentje mee. How many of you read this book? Wie van jullie heeft dit boek al gelezen? Oh, quite few. Oh, er zijn aardig wat. So you know what in this book is, right? Dus dan weet je al wat erin staat, toch? You better get some more copies. Dus haal nog wat extra exemplaren. It will make a great gift. Het zal een heel goed cadeau kunnen zijn. You know, this is a very powerful gift for people to really come in touch with the reality of the gospel. Het is een heel krachtig cadeau om mensen in aanraking te brengen met de realiteit van het evangelie. And those who did not read it yet, it's a must book. En degene die het nog niet gelezen hebben, dan moet je het echt halen. Yeah, I will not exaggerate if I tell you that this is the most important book next to the Bible. En ik overdrijf niet als ik zeg dat dit het meest belangrijke boek is naast de Bijbel. Seriously, I'm talking. Ik ben echt serieus. I really mean it. Ik meen het. Yes, this will give you great deep insight. To the truth of God. Het zal je enorm diep inzicht geven in de waarheid van God. And then the movie here, we have this movie, the other side of the cross. We hebben hier nog een film, de andere kant van het kruis. Another film which I produced. Het is een andere film die ik ooit gemaakt heb. The other side of the cross, documentary, powerful story, powerful truth. Het is een documentaire. And this also feel free to take 4 hours about the work of Trumpet of Salvation. En voel je ook vrij om dit mee te nemen? Er zijn allemaal filmpjes op over Trumpet of Salvation. And I'll finish with this, the most important. En dit is het belangrijkste, de nieuwsbrief. As I told you, I'm looking for friends. En zoals ik al zei, ben ik op zoek naar vrienden. For true brothers and sisters to really be partakers and partner with Trumpet of Salvation. Voor echte broers en zusters die een deel willen zijn van Trumpet of Salvation. And the newsletter is one way you can do it. En de nieuwsbrief is een manier waarop je dat kan doen. Now you notice that I'm not the kind of a person who's going to manipulate you. Je zal wel realiseren dat ik niet iemand ben die jullie wil manipuleren. And send some sheets of paper for you to sign your address. Dat er nu al een lijstje rond zou gaan waarin je adres moet opschrijven. I'm not even going to call you to the table to write your address. Ik ga ook niet vragen of je naar de tafel komt en daar je adres wil opschrijven. I refuse to spend a stamp on you. Ik weiger namelijk om het postzegel te verspillen. Because if I manipulate you, you write your address and then the mail comes to you and I spend paper and stamp and you're not going to read it. Want als ik jullie zou manipuleren, dan zou je het opschrijven, stuur ik het op, kost mijn postzegel en papier en jullie lezen het niet. And you're going to throw it to the garbage. En jullie gooien het zo weer bij het vuil. I know that there is so much mail coming to your box. Jullie krijgen zoveel post binnen, dat weet ik gewoon. I'm looking for the real people. Dus ik zoek naar echte vrienden. For the true friends. Voor de ware vrienden. True brothers and sisters. Echte broeders en zusters. So, please, take that. Dus, neem er een mee. Find our address. Je vindt een e-mailadres. Send us an email. Zend ons een berichtje. If you send us an email and you give us your address, we put you on a mailing list and you'll get this. Dus als je een berichtje stuurt en je adres daar achterlaat, dan krijg je het met de post opgestuurd. Once every 3 months. Elke 4 maanden. And we love you to do that. En dat willen we heel graag doen. And I want to encourage you to do that. En ik wil je ook aanmoedigen dat te doen. But do it only when it comes from the heart. Maar doe het alleen als het ook echt uit je hart komt. Do it when you really understand what this work is really all about. En doe het als je echt begrijpt waar dit werk over gaat. Thank you for your patience. Ik wil jullie bedanken voor jullie geduld.
Father, we come before you with thanksgiving in our heart. Vader, komen met dankzegging in ons hart bij u. For this great love of yours. Voor uw geweldige liefde van u. For your faithfulness. Voor uw trouw. For this great salvation, this great redemption. Voor de geweldige redding die u gegeven heeft. What grace. What love. What faithfulness word cannot describe. Wat een genade, wat een liefde, wat een trouw. Woorden zijn schieten tekort. We bow our head before you, Father. We buigen onze hoofden voor u, Vader. And give you thanks, Lord. En we geven u alle dank. For the way in which you have approached us. De manier waarop u ons benaderd hebt. And made of us a habitation of your very presence. En dat uw aanwezigheid in ons mag wonen. And stamped our name in the book of life. Dat u onze naam in het boek des levens hebt geschreven. What assurance and security you've given us. Wat een zekerheid heeft u ons gegeven. And the promised Messiah, Yeshua. En de beloofde Messias Yeshua. Father, forgive us for taking such grace for granted. Vader, vergeef ons als we die genade zo voor lief hebben genomen. Forgive us every time we just go still as sheep astray and don't walk this glorious walk you call us to walk with you. Vergeef ons als we als schapen afdwalen en niet de weg bewandelen die u voor ons heeft. Forgive us for not truly being about your business. Vergeef ons als we niet echt met uw zaken bezig zijn. Father, we truly want to rise up to new heights and new depth with the truth of the gospel. Vader, we willen opreizen om een nieuwe hoogte en diepte van het evangelie te ontdekken. Truly walk that holy narrow path. Dat we die smalle weg bewandelen. Truly love one another. En onze naasten echt lief hebben. Truly be quick to forgive each other. En echt onze naasten snel vergeven. Father, let us be a source of encouragement to each and every one. Laten we een bemoediging zijn voor elkaar. Let us not be ashamed of the gospel. Laat ons niet beschaamd zijn voor het evangelie. May we be a people who just look every time for a way to approach someone with this gospel. Laat ons mensen zijn dat we steeds kijken naar manieren waarop een ander kunnen benaderen over het evangelie. Approach the refugees. Approach the Muslims out here. Dat we de vluchtelingen en de moslims benaderen. Approach anyone and everyone, Father, and give us eyes to see and give us anointed imagination, Lord. En Vader, ja, laat ons gaan, Heer, en ogen openen om te zien, Heer, en zalf ons, Heer, met fantasie. To be people who are truly about your business. Dat we ons echt bezighouden met uw zaken. And Lord, last and not the least, I pray that you raise up a people here to be true friends to this work of Trumpet of Salvation. En Vader, als allerlaatste wil ik vragen of hier vrienden wil voortbrengen, Heer, die Trumpet of Salvation willen steunen. From this group and from this nation, I pray that you raise up true brothers and sisters. Van deze groep en uit dit land, Heer, dat u ware broers en zusters zal opdoen laten staan. To help us finish that race. Om die race met elkaar te lopen. To help us finish to put this glorious fight you called us to fight. Om dit geweldige, glorieuze gevecht dat we vechten, samen te mogen doen. And may we be found faithful on that day. Heer, ik bid dat we ook trouw bevonden mogen worden op die dag. And may we hear from you, well done, good and faithful servant. En dat we van u mogen horen, goed gedaan, trouwe dienstknecht. In your name, Yeshua. In uw naam, Yeshua. Bless each and every one here. Zegen iedereen hier, Heer. Cast away tears, Father. En laat tranen verdwijnen. Establish hope and true faith. Vestig hoop en waar geloof. And I pray that you will meet the needs of your people here, Father. En dat u tot de noden tegemoet komt die hier zijn, Heer. Je waar gegaan onai vishmerecha. Ja era donai panavelecha vihunecha. Je sad onai panavelecha veasem lecha shalom. Ba Mashiach Yeshua Adoneinu, Melech Israel, Hayoshev al kise David, leolam vaed. Amen. Amen. Thank you, Lord. Love one another. Kiss each other. Heb elkaar lief. Geef elkaar een zoen. Liebe, liebe. Liefde, liefde. Liebe eins en anderes. Heb de andere naast lief. Yeah, God bless you. Bless you. Amen, amen. Thank you, Lord.